Dank u wel. Het is een beetje een vreemd thema. Ik begrijp nu ineens dat die studenten alweer terug zijn, maar ik dacht dat ze nog moesten gaan. Dus ik denk, dan kan ik ze allerlei nuttige dingen vertellen. Maar dat is dus niet nodig. Zij kunnen mij nu nuttige dingen vertellen. Maar het is op zichzelf wel komisch dat zij naar Amerika zijn gegaan om daar high-tech bedrijven te bezoeken die, naar ik begreep, zich bezighouden met de vergroening van de wereld. En dat is natuurlijk een land wat geregeerd wordt door politici die zich vooral bezighouden met de verbruining van de wereld, is dat een vrij opmerkelijke zaak. En dat is een paradox waar je in Amerika eigenlijk permanent tegenaan loopt. Dat ze de dorpsgek in het Witte Huis gestopt hebben. En tegelijkertijd niet waar op tal van terreinen in de voorhoede lopen. Ik geloof dat Tim Cook vanavond de iPhone 8 introduceert. Dan heeft u een hele complete computer in uw zak. Ging wel €1000 kosten, geloof ik. Wie heeft hem al besteld vast? Nou, dat is hier kennelijk een helemaal gering enthousiasme. Wie wil hem wel hebben? Dat is 1 persoon, 2 personen. Ah, u bent eigenlijk allemaal, zolang Trump er zit, begin ik niet aan een iPhone. Hè? Ik wel zo'n Samsung. Alsof dat politieke systeem wel deugt. Hè? Daar hebben ze net de president afgezet, die zo corrupt als de pers bleek. Ja, dat is bij Trump is zo corrupt dat je dat ook niemand hem corrupt vindt. Hè? Iedereen vindt het volkomen vanzelfsprekend dat die zakelijke boel van hem, met al die zoons die ook niet deugen, dat dat gewoon doorgezet wordt zonder dat dat kennelijk enig verschil maakt, zonder dat iemand zegt, dat moet nu eens afgelopen zijn. Dat is ook al curieus. Daar zie je aan, dat was net als met die leugencampagnes van Trump. Iemand die altijd liegt over alles, daar wordt het zinloos om te zeggen dat hij een leugenaar is. Je kunt hem opsluiten, maar dat is eigenlijk de enige remedie. Of je kunt zijn mond afplakken van dat zwarte band. Dat is ook nog een mogelijkheid. Dat hadden ze misschien iets vroeger moeten doen. Misschien komt het er nog van, wie zal het zeggen. Maar hij is zo erg dat het niet meer als erg wordt ervaren. Of ziet u dat niet? Wie ergert ze nog elke dag aan Trump? Nou, dat valt toch erg mee. Ik zie het zelf maar als een vorm van cabaret. Ja, ik denk ook dat in zekere zin de wereld terecht gestraft wordt voor een president die eigenlijk alleen geïnteresseerd is in zijn eigen imago op de televisie. Want de meeste tijd besteedt hij aan het kijken naar de televisie waar hij dan zelf op is. En als het positief is, en bij Fox is het positief, dan is hij er blij mee. En als het negatief is, dan gaat hij twitteren. Dat het allemaal waardeloos is bij CNN en dat de New York Times niet deugt en nou ja, de failing New York Times. Het is, zodra je kritiek hebt op Trump ben je failing, daar komt het in grote trek op neer. Maar nog even over die paradox van dat wonderbaarlijke land. We hebben nu 3 van die orkanen gehad. Nou ja, die José is een beetje afgezwaaid, geloof ik. Dus we hebben 2 grote orkanen gehad. Harvey en Irma. U weet, ik geloof het is om en om vrouwen- en mannennamen. En daarna, het is ook nog alfabetisch. Hoe ze dan die laatste noemen, Zacharias of zo, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat worden. Ik las natuurlijk ook weer in de kranten dat het allemaal alles te maken had met de klimaatopwarming. Maar ik moet u op dat punt teleurstellen. Orkaan is in dat gebied de normaalste zaak van de wereld. En vroeger vielen er heel wat meer doden omdat ze veel moeilijker voorspelbaar waren. Helemaal eigenlijk niet voorspelbaar. Nu weet iedereen dat ze eraan komen. Ja, Sint Maarten is een hopeloos geval, zoals u weet. De koning is er nu gelukkig, dus dat komt allemaal tip-top in orde. Ja, ik zag Plasterk te verward achteraan strompelen. Hij begint steeds meer een verwarde indruk te maken, hè? Ik zag zelfs net een fotootje nog in de krant. Dat Plasterk was bezig naar beneden te struikelen. En je zag dat Willem-Alexander boven was blijven staan met de zonnebril van zijn opa op. En dan, je ziet hem denken, daar ga ik niet aan beginnen. Hè? Laat Plasterk maar struikelen. Dat is al zo'n struikelaar, dus daar valt ook niemand op eigenlijk. En wat is u opgevallen bij die 2 orkanen en de effecten die ze gehad hebben? Eerst natuurlijk in Houston en nu dan langs de hele Floridaanse westkust, zal ik maar zeggen. Daarvan vallen een aantal dingen op, namelijk dat de gruwelijke effecten, want zo kunt wel, al viel het aantal doden wel mee, zijn voor een overgrote deel het gevolg van hun eigen stommiteit. En dan heb je eigenlijk Amerika op dit moment ten voeten uit. Hè?
Dat je naar van die beelden van Miami kijkt, al die peperdure appartementen, niet waar, waar al die filmsterren in wonen, en dat er beneden dan een meter water staat. Hè? En dat er nog iemand zo snugger is om te zeggen, je kunt beter niet, hè? Blijf maar boven, zei iemand bij CNN. Dat dacht ik dat al vrij voor de hand liggend zou zijn, maar kennelijk moet je dat toch nog even zeggen, of zodat er niet iemand naar beneden komt, de tuindeur, en nou, en u weet hoe het met Harvey is gegaan, een groot deel van Houston is onder water gelopen. En ik weet niet of u beter op hebt gelet bij dat nieuws, je hoeft maar een paar minuten te kijken, dan weet je het al in grote trekken. Dat er namelijk in Amerika geen waterbeheer is. Daar hebben ze nooit iets aan gedaan. Er is nergens ooit iets aan waterbeheer gedaan. Ze zijn wel eens gewaarschuwd, maar ja, dan zeggen ze altijd, je kunt best wel ramp, dat valt weer op te knappen. Dat is eigenlijk goedkoper dan wanneer je structureel aan waterbeheer doet. Wat een heel twijfelachtige zaak is, want bij Sandy bleek dat uiteindelijk ook niet het geval te zijn. Dus een groot deel van Houston is gebouwd in zogenaamde wetlands, gewoon in het moeras. Daar komt het op neer. En bovendien is daar in die wetlands, ik geloof 30% van alle oppervlakte, is verhard geraakt. Zodat u, nou ja, eigenlijk weet u al die dingen hier beter dan ik natuurlijk, omdat u zich met de techniek bezighoudt. Dus wat er in Houston is gebeurd, daar denk ik steeds van, je mag dat niet denken natuurlijk, eigen schuld, dikke bult. Hè. Ik weet niet, u zag vandaag natuurlijk ook nog, want het is altijd wel zo dat de armste wijken, die staan het diepste onder water. Kennelijk hebben die rijken toch een soort, bij ons kun je ook je postcode intypen zoals u weet en dan zie je hoe hoog je boven NAP woont. En dan had ik het vroeger eens ingetypt. Toen woonde ik nog op 2,5 meter boven NAP. Nu deed ik het laatst weer. En toen woonde ik iets onder NAP. Dus er is iets met NAP gebeurd. Of mijn huis is verzakt. Dat is ook een mogelijkheid. He? Ja. Ik zag ook laatst zo'n fantastisch kaartje. Hoe het eruit ziet als al het ijs smelt op de Zuidpool en op Groenland. He? Dan blijft er dus van Nederland en België en Denemarken, daar blijft niks van over. Het is wel pas, als het allemaal smelt in het huidige tempo, is dat over 7000 jaar. Dus ja, ik heb me er niet echt serieus ongerust over gemaakt eigenlijk. Zelfs mijn kinderen kunnen dat huis denk ik nog vrij redelijk verkopen. Ja, zonder dat je in de kleine letters moet zeggen van bij zeespiegelstijging kunt u het best op de eerste verdieping gaan wonen. Ik weet ook niet hoe lang het dan blijft staan, eerlijk gezegd. Ja, en u las natuurlijk vandaag in de krant tot uw verwondering, die storm is nu wel eens een beetje voorbij of afgezwakt in ieder geval, dat er nog 10 miljoen mensen in Florida zonder telefoon zitten, zonder telefoonaansluiting. Dan weet ik niet of dat mobiel of vast is, dat is nog even een vraagje natuurlijk. Maar u weet hoe de telefoon in Amerika geregeld is, die hangt aan draden langs de weg. En als u zo'n beetje zo, heeft u nooit eens daarboven gekeken en ten eerste zijn het vrij lullige palen waar het aan hangt. Hè. Vaak staan ze ook op plekken dat je denkt, nou daar zou ik die paal niet hebben neergezet. Want als dat boompje daar omwaait, dan gaat de hele boel tegen de grond en dan heeft de hele wijk 3 maanden lang geen telefoonaansluiting. Want dat schijnt ook nog lang te duren. Vaak moeten er Canadese ploegen komen om de boel weer aan te sluiten. Ja. En dan denk je, hoe is het dan toch godsmogelijk dat je al die dingen die, dit zijn natuurlijk allemaal infrastructurele kwesties, hoe is het mogelijk dat je infrastructuur zo'n janboel is, ja, ook op het punt van riolen moeten vrij regelmatig vernieuwd worden, maar in Amerika, zoals u weet, wordt er niks vernieuwd. Ja. Er worden ook geen bruggen geschilderd, dus daarom zijn die bruggen ook allemaal zo interessant, artistiek, egaal, bruin, dat is roest. U weet dat het wegennet bestaat voor een heel belangrijk gedeelte uit hopeloos verwaarloosde wegen met enorme kuilen erin. En, nou ja, dat is, het is verschrikkelijke maand. Gelukkig zijn die Amerikaanse auto's vrij stevig uitgevoerd, hè, zodat ze daar wel tegen bestand zijn. Maar dit land heeft dus in alle denkbare opzichten of helemaal geen rekening gehouden met rationele eisen ten aanzien van de infrastructuur. Of de infrastructuur die er was nu al een jaar of 30, 40, halve eeuw misschien, grondig verwaarloosd. Dat blijft toch een hele rare zaak. Hè? Dat zie je in Nederland bijvoorbeeld maar zelden. Je merkt in Nederland al het verschil tussen Nederland en België. Ik was een paar dagen in Gent en dan denk je al, ik weet niet waar die Belgen hun geld aan besteden, waarschijnlijk aan friet. Maar niet aan infrastructuur. Hè? Hoewel mijn indruk was dat de weg Antwerpen-Gent ietsje verbeterd was.
Maar wist u dat er in België bijvoorbeeld per afgelegde kilometer 2 keer zoveel doden vallen als in Nederland? In Amerika ligt dat cijfer nog wel wat hoog. Ik geloof dat er in Amerika nu per jaar, ik doe het in mijn hoofd, hoor, 26.000 doden in het verkeer vallen. Dat zijn forse cijfers natuurlijk. Daar staat weer tegenover dat er in India elk jaar 200.000 doden in het verkeer vallen. Dus dan zeg je toch, ach, het valt wel mee. Hè. Het valt wel mee, het is zo erg nog niet. En bij ons is het afgelopen jaar net weer iets toegenomen. Ja, het is dus een land wat uit die wonderlijke paradox bestaat, dat je die high-tech bedrijven hebt waar u fantastisch allerlei dingen geleerd hebt die wij nog niet wisten misschien. En tegelijkertijd is het een achterlijk land. Hè. Een probleem. Ik denk ook wel eens, hoe zou het precies komen? Hoe zit het cultureel in elkaar dat mensen in feite niet geïnteresseerd zijn in publieke goederen en in de publieke ruimte? Hoe vaak denk je niet, Amerika, wat is dit voor shabby boel? Hoe vaak heb ik niet vooral in de zuidelijke staten op zo'n straathoek gestaan en dat je denkt, ik ben zeker in Guatemala. Ik moet ergens in de derde wereld zijn, want dit is voor een normaal beschaafd land. Is dit, hoe shabby is zelfs niet een schatrijke stad als New York, als u even Park Avenue verlaat en een zijstraatje inrijdt. Zelfs downtown Manhattan is en al die zijstraten, er zitten kuilen in de weg. Vandaar dat ze die smart daar ook niet kunnen verkopen. Ja, als die erin valt, dan komen die er niet meer uit. Het is een land van wat deze paradox aan elkaar hangt. Hè. Als u de weg rijdt van Amsterdam naar Utrecht, als u tenminste rijden kunt natuurlijk, want zelfs daar staat nu weer een file. Hè, dat is een egaal glad biljartlaken wat we daar neergelegd hebben. Dat schijnt dus in andere landen dus niet te kunnen. Want als u denkt dat de Duitsers het beter kunnen, dan raad ik u aan om met een wat harder gevierde auto een leuke tocht door het Roergebied te maken. Hè. Dan valt uw gebit uit uw bek. Het is verschrikkelijk werkelijk. Daar hebben ze ook tientallen jaren in donder aan gedaan werkelijk. Hè? Want je denkt altijd Duitsers kunnen alles, maar ze kunnen die luchthaven van Berlijn dus niet klaar krijgen. Hè? Ze hebben het ene stukje dak nog niet klaar of het andere stuk stort weer in. Dan geloof ik dat het vooral een softwareprobleem is. In Amerika is deze discrepantie tussen het een en het ander, het niet waar de iPhone 8 zo u wilt, die weliswaar in China geassembleerd wordt, maar dan toch in Amerika wordt ontworpen. Ja, dat is ook wel leuk dat Trump zei dat die in Amerika gemaakt moest worden. Dat hebben ze ook even uitgerekend, dan wordt hij gewoon 2 keer zo duur. Dus nou, hier is al niemand te vinden om dat ding voor 1.000 euro te kopen. Dus voor 2.000 euro kun je het al helemaal vergeten natuurlijk. Voor Trump maakt dat niet veel uit. Die heeft dan zoveel. Ja, daar moeten we het zo ook even over hebben. Ja, ik kan deze. Dit moet cultureel gefundeerd zijn. Dat kan haast niet anders. In West-Europa zijn we veel meer geïnteresseerd in de publieke ruimte. In behoorlijk onderhoud. Nooit in zo'n Frans dorp geweest. Hè, met alle luiken dicht. Daar hebben ze vaak sinds 1914 niet meer geschilderd. Hè, er lopen een paar van die vermagerde honden rond. Die een beetje piepen. En daar kopen dan Nederlandse intellectuelen kopen dan zo'n huis in zo'n dorp. Hè. Ik begrijp niet er niet veel meer van die mensen zich verhangen. Ja, je zult als bejaarde Nederlandse intellectueel toch in zo'n afschuwelijk Frans dorp moeten wonen. Hè. Oeh. Verschrikkelijk werkelijk. Die luie kloot. Ik moet die dingen allemaal niet zeggen. Het zijn generalisaties die ik lastig waar kan maken. Want dit is gewoon het dorp waar mijn schoonzuster een huis heeft. Ze heeft jaren gebedeld of ik ook een keer wou komen kijken. Nou, dat heb ik gedaan. Zeg, ik ben voordat ik echt helemaal suïcidaal was, ben ik gevlucht. En ik kan u verzekeren, moet u niet aan mijn schoonzuster vertellen. Maar de kans dat een van u mijn schoonzuster kent is zo klein dat ik kan het hier wel zeggen, maar ik ga daar nooit mee. Ook weer die verwaarlozing van zeg maar de publieke sfeer, van de publieke ruimte. Dat is niet overal in Frankrijk zo, maar waar je dat natuurlijk heel sterk vindt is in Oost-Europa. Je kunt nog in Polen zien waar vroeger de Duitsers hebben gewoond, die nu weggejaagd zijn na de Tweede Wereldoorlog. Want daar is alles nog keurig geverfd en kennelijk is daar nog een geest van de geraniums staan nog in de potjes en zo. En als je dan een eindje verder gaat, waar dus de Polen altijd gewoond hebben, is het één grote smerige boel. Hè?
Ik weet niet of u wel eens in Hongarije bent. Nou, dat is ook tegenwoordig geen land meer waar je bezoek kunt aanbevelen. Maar ja, ik ging daar nog eens eten in een duur restaurant in Boedapest en ik ging naar de wc. Nou, kan ik wel zeggen, ga in Boedapest nooit naar een wc in een restaurant. Nooit. Doe het liever buiten in de tuin. Probeer het op te houden. Alle mogelijkheden zijn daar. Waarom mensen in een duur restaurant in Boedapest de stront zelfs aan het plafond van de wc smeren? Wie zou dat doen? Dat je daar binnenkomt en je denkt, nou, dat kan ik best eens even tegen het plafond van de wc smeren eigenlijk. Dat is toch raar? Vindt u dat niet raar? Laat staan dat de exploitanten van deze gelegenheid niet bij bezoek aan een wc dachten, zouden we dat niet beter misschien even schoon kunnen maken? Voordat het opdroogt en op de hoofden van de bezoekers valt. Hè? Ja. En heel veel natuurlijk Amerikanen zijn afkomstig uit Oost-Europa. Ik geef toe, het is nooit bestudeerd. Maar iets moet toch verklaren hoe het komt dat je in een zo'n schatrijk land, althans over het heel genomen, het is slecht verdeeld zoals u weet. Dat is een extra maatschappelijk historisch probleem. Maar hoe het komt dat in een zo rijk land, niet waar, zoveel dingen vies en verwaarloosd en kapot zijn. Dat is gek. Goed. U hebt die high-tech bedrijven, neem ik aan, was niks mis mee. Of waren het high-tech bedrijven die u toch een beetje tegenvielen eigenlijk? Ja, ik weet natuurlijk niet precies wie er geweest is, maar u mag het. Het viel u wel tegen. Maar omdat het in de wc's niet schoon waren of. Ik zei dus net dat sommige bedrijven juist, de bedrijven zelf waren op zich netjes, maar de mensen hadden niet altijd het juiste idee hoe je iets daadwerkelijk duurzaam zou kunnen maken. Dus dat viel me wel tegen. Okay. Niet overal. Er zijn ook echt Amerikanen die wel echt hetgene willen doen wat de regering niet kan. Okay, maar u bent toch licht teleurgesteld. U begrijpt, dat doet me genoegen. Mag ik ook niet zeggen. Ja, over deze paradox kan ik slecht heen komen, want als ze iets meer zouden besteden aan het bijhouden van de publieke ruimte en aan het onderhoud van sommige dingen, dan zou dat Amerika al een veel aantrekkelijker land maken, voor alle Amerikanen in principe. Maar u weet, dat doen ze niet. En dan komen we aan het springende punt, dat natuurlijk ook een politieke oorzaak heeft, dat er geen onderhoud is aan wegen en dat de infrastructuur er als een lappendeken en verwaarloosd bij ligt. Dat heeft een politieke oorzaak. En u weet, in Nederland is het te doen gebruikelijk als er over Amerika wordt gesproken, dat we op beide politieke partijen, want u weet, ze hebben er twee, ja, we hebben er stukken meer. Maar ja, als je naar deze formatie kijkt, dan word je daar ook weer niet gelukkig van. Hè. Waar zouden ze toch in godsnaam over lullen al die dagen? Hè? Dat ze dan nog niet weten, hè? Wat een voltooid leven is. Hè? Als ze zo doorgaan, is mijn leven voltooid voordat we een nieuw kabinet hebben. Hè? Misschien formeren ze gewoon door, dan blijft het zitten. Het demissionaire kabinet blijft gewoon zitten. Dat is ook nog een oplossing natuurlijk. Hè? Dan hebben we niet Buma aan het roeren in ieder geval. Want ik dacht nog toen ik hier binnenkwam, zou u voorbereid zijn als ik het Wilhelmus had aangeheven? Heeft u al thuis geoefend met het Wilhelmus? Natuurlijk, hoeveel coupletten zijn er ook weer? 14 of zo? Hoe dat zou kunnen dat ze aan de formatietafel vast alle coupletten uit hun hoofd leren. En dat Pechtold zich ook maar niet uit zijn kop krijgen, in zijn kop weet te krijgen. Hè? Maar Buma zingt het al zijn hele leven, hè? Dat deed hij al met zijn vader, die was burgemeester van zo'n dorp in Friesland. En nu wilde hij eigenlijk dat heel Nederland weer een dorp in Friesland wordt. Hè? Het is eigenlijk, zegt hij met zoveel woorden, God moet weer terug naar Jorwerd. En u zult zien, als hij er is, lijkt hij sprekend op Buma. Hè? Dat vermoeden had ik al, dat God sprekend op Buma lijkt. Ja, dat ons dat toch moet overkomen, dames en heren. Deze verschrikkelijke lulkoek, hè, over de Nederlandse identiteit en doe maar normaal en het Wilhelmus zingen. En, nou ja, het lijkt haast wel een beetje op Amerikaanse politiek. Laten we eerst even naar kijken naar Donald Trump. Die, laten we eerlijk zijn, ik heb op de avond van de verkiezingen in een grote zaal in Utrecht gewed met een van de aanwezigen dat Hillary het zou worden. 10:15, eerste berichten kwamen binnen, dat zag er heel behoorlijk uit. Ik denk, nou,
En die jongen stond daar eigenwijs te wezen. Zou Trump niet kunnen winnen? Ik zei, nee meneer, absoluut niet. Dat weet ik 100% zeker. Ik zet er 1000 euro op. En dat heb ik gedaan. Ik was het de volgende ochtend totaal vergeten. Tot de televisie belde dat ze die jongen gevonden hadden. Ja, maar dan weet je wat zo gek is. 3 dagen daarvoor had ik de prijs gekregen voor de Nederlandse... Ik was de top Nederlandse republikein, moet je dat dan zeggen. De republikein van het jaar, geloof ik, was ik geworden. En in ruil voor een klein toespraakje over wat een klootzak Bernard was, wat ik graag bereid was. Mocht u ook daar behoefte aan hebben, doe ik een kwartiertje Bernard, daar zit ik helemaal niet mee. Had ik 1000 euro voor gekregen. In een envelop. Dus ik heb die envelop niet eens opengemaakt. Ik denk, ze zullen wel goed geteld hebben, die republikeinen. En dat heb ik aan die jongen gegeven. Die half Egyptisch en half Nederlands was. Ja, u moet het ook niet aan Geert doorvertellen natuurlijk. Dus ik zei, wat ga je ermee doen? Sorry dat ik even afdwaal. Ja, zei, ik ga er verkeersboetes van betalen. Ik zei, nou, daar komt niks van in. Hè? Je moet er iets constructiefs mee doen, want daar ben ik tegen. Als je zo stom bent om verkeersboetes op te lopen, dan moet je maar een krantenwijk nemen. Hij studeerde iets technisch, ben vergeten wat. Nou, zei hij, dan ga ik ermee naar Egypte. Ik zei, heb je er in Egypte iets? Ja, zeker. Mijn broer verdient per jaar het equivalent van 1000 euro in Egypte. Terwijl hij een hele nette baan heeft. Wel een handarbeider, maar zelf een nette functie. Tja. En dan krijg je in Nederland, krijg je dat zomaar door Republikein van het jaar te worden. En ik was dus eigenlijk gewoon weer neutraal. Financieel was ik er neutraal uitgesprongen. Maar goed, daar ziet u aan hoe zeker ik van mijn zaak was dat het Hillary zou worden. En hoe zeker eigenlijk iedereen van zijn zaak was dat het Hillary zou worden. Hoe zeker Hillary van haar zaak was dat zij het zou worden. Hoe zeker Trump van zijn zaak was dat hij zou verliezen. Hij heeft die avond veel langer gewerkt aan een toespraak voor het geval dat hij zou verliezen. Omdat hij dacht, ik verlies toch dan te winnen. En toen kwamen die totaal verbijsterende resultaten van die 3 doorslaggevende staten. Wisconsin, Pennsylvania en Michigan. Die eigenlijk vrij makkelijk aan de Democraten toegerekend waren. En die met flinterdunne meerderheden, ja, u moet het eigenlijk niet terugzoeken. Want u krijgt zo'n vreselijk gevoel van spijt diep in uw buik. Hè. Dat als enkele tienduizenden van die maloten in die staten anders hadden gestemd. Niet waar, dan zou Hillary het geworden zijn. U weet, Hillary had ook gewoon gewonnen. Maar door dat curieuze systeem wat ze erop nahouden. Met dat electorale college, niet waar, wat eigenlijk ingesteld is om de staten met slaven, om die echt te compenseren voor het feit dat die slaven niet als stem geteld werden. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, ik ga het u ook niet uitleggen, maar we danken voor een belangrijk gedeelte het electoraal college aan de slavernij. Zoals eigenlijk ontzettend veel ellende in de Verenigde Staten te danken is aan de slavernij. Veel van de gewelddadigheid die zo endemisch is in de Amerikaanse cultuur, hebben we te danken eigenlijk aan de gewelddadigheid die endemisch is vooral in de zuidelijke staten. Als je Amerika in de midden zou kunnen knippen, gesteld dat dat tot de mogelijkheden zou behoren, en je zou de voormalige Confederate States... We hebben laatst in Charlottesville, hebben we weer eens gezien, niet waar, hoe dat leeft. Als je de voormalige Confederate States eruit zou knippen en aan Mexico cadeau zou doen, naar mijn idee een prima idee. Zit je ook die orkaanschade, heb je verder helemaal geen problemen meer mee. Want die orkanen komen nooit zo noordelijk zoals u weet. Hoewel Sandy wel heel noordelijk was, dus alleen maar goed, zeldzaam toch. En dan zou je eigenlijk een heel normaal land overhouden. Mensen wilden het niet geloven. Maar dan zou je op het punt van alcoholisme, teenage zwangerschappen, nou, je kunt een hele reeks van narigheden kun je opnoemen. En dat is allemaal, komt dat veel frequenter voor in het zuiden dan in de noordelijke staten. Brengt u een bezoek aan Boston binnenkort, dan zegt u, er is niks mis met de Verenigde Staten. Prachtige stad, ziet er netjes uit, gezellige terrassen, politiebureau is omgebouwd tot een van de duurste hotels ter wereld, zoals ik zelf heb kunnen constateren. Maar wel mooi gedaan, daar niet van. En op heel veel plekken zitten nog tralies voor de ramen. Zodat je ook het gevoel hebt van, ik zit hier safe. Maar dan precies om, ja.
Ja, u ziet kennelijk niet hoe ironisch het is dat je dan voor $430 safe zit. Hè? Of zoiets. Ga je naar Chicago, kost het precies hetzelfde type hotel, kost precies de helft minder. Dat geeft dan weer aan hoe groot die economische verschillen in de Verenigde Staten zijn en hoe succesvol een stad als Boston is. Het is ook daar breekt Amerika eigenlijk in twee stukken. U bent nou naar die vergroenende bedrijven geweest en dan komen we weer aan Trump. Ik zal zo nog verder gaan over Trump. Oh nee, laat ik eerst nog maar een verhaal afmaken. Enkele tienduizenden stemmen hadden het verschil kunnen maken. En u weet, Hillary had 3 miljoen stemmen meer dan Donald Trump. Maar door dit wonderlijke systeem, niet waar, heeft Trump toch gewonnen. Dus zijn er in de loop der tijden pogingen gedaan om dit krankzinnige systeem te veranderen? Ja, 700 verschillende malen is wetgeving ingediend om dat te veranderen. Maar u begrijpt al, de kleine staten vooral, die willen dat helemaal niet veranderen, want die denken daardoor meer zee te hebben in de uitslag. Dat is een ander wonderlijk punt van de Verenigde Staten, dat er zijn maar weinig democratieën die zo ongelooflijk ondemocratisch zijn als de Verenigde Staten. Ik zeg ja, de mensen kijken er altijd een beetje verbaasd bij. Wij zijn bijna allemaal slachtoffers van een trommelvuur van Amerikaanse propaganda sinds de Tweede Wereldoorlog. The greatest democracy on earth. Nou ja, u kent al dat zwakzinnige gepraat wel. Maar niemand kijkt ooit naar de cijfertjes natuurlijk. Neem de Amerikaanse Senaat. Elke staat heeft 2 senatoren. Californië heeft 37 miljoen inwoners en 2 senatoren. Wyoming heeft iets meer inwoners dan de stad Utrecht en heeft 2 senatoren. Dus een stem in Wyoming is 3 maal zo zwaar electoraal gesproken als een stem in Californië. U denkt natuurlijk, ja, maar in dat huis daar hebben Republikeinen toch een vaste meerderheid. Dat is al enkele jaren zo, het ziet er ook naar uit. Het is maar helemaal de vraag of in 2018 dat gaat verschuiven. Ja, dat is zo. Maar wist u dat er meer mensen hebben gestemd voor democraten in het huis dan voor republikeinen? Maar dat zo door zogenaamde gerrymandering, door de grenzen van het district op een zo krankzinnige wijze te trekken, dat de republikeinen daarvan enorm veel voordeel hebben, de republikeinen een vaste meerderheid in het huis hebben. Dus nu ziet u dat de 2 kamers van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging allebei extreem ondemocratisch in elkaar steken. Het is mogelijk voor 17% van de Amerikaanse bevolking om een meerderheid van senatoren te kiezen. He? Dat zijn al die staten waar vrijwel niemand woont. He? U denkt dat Amerika druk bevolkt is, maar als u wat een beetje doorrijdt, dan zou u zien dat het op heel veel plekken gewoon leeg is. Er is meestal ook goede reden voor de leegte. Er is gewoon niks. Je kunt er ook niet veel doen. Het koren staat dan zo hoog, omdat het de grond niet vruchtbaar genoeg is. Maar als je maar genoeg oppervlakte hebt, maakt dat ook niet zo verschrikkelijk veel meer uit. En dan is het presidentschap waarvan, nou ja, u weet hoe het in 2000 is gelopen. Ik zwijg nog even over die stembiljet in Florida. Hè, met die hanging chats en al die andere onzin. Maar feit was natuurlijk dat de T.L. Gore meer stemmen had gekregen dan de jonge Bush. En toch de verkiezingen heeft verloren. En dat is nu dus weer gebeurd. Hè. Het is in het verleden 1 of 2 keer gebeurd, niet zo vaak eigenlijk. Maar dus de huidige politieke constellatie kan nauwelijks ondemocratischer. Zo kun je het eigenlijk het beste beschrijven. En het zal de democraten de grootst mogelijke moeite kosten om die verschillende institutionele, door de republikeinen overigens feilloos georganiseerde blokkades te doorbreken. Dus er is alle reden om aan te nemen dat de democraten het niet gaat lukken. Dan moet er echt enorme verschuivingen optreden om in 2018 of in de Senaat een meerderheid te winnen of in het huis. Zou dat het geval zijn, dan kunnen ze verder Trumps rare maatregelen eigenlijk allemaal blokkeren. Gek genoeg heeft Trump eigenlijk tot nu toe heel weinig weten te bereiken. In die zin denk ik wel eens, als hij nou maar zo door blijft prutsen, hè, laat hem vooral de hele godganse dag twitteren, hè, en met zijn dochter smoezen en allerlei andere gekke dingen doen en naar Fox kijken en zo, want dat betekent de feite dat hij niet regeert. En ik denk dat dat tot op heden,
de essentie is geweest van zijn presidentschap, is dat hij helemaal niet weet wat een president moet doen. Hij dacht dat het dealmaking was. Zo'n beetje handjeklap tussen projectontwikkelaars, dat dacht hij. Nou weet u hoe het zit met projectontwikkelaars. Ik hoop dat er geen projectontwikkelaars in de zaal zitten. Maar dat zijn in het algemeen de grootste oplichters die in elke samenleving kunnen worden gevonden. Ik weet niet of u het weet, maar de 5 grootste Nelandse projectontwikkelaars zijn alle 5 failliet gegaan in de crisisjaren die achter ons liggen. En ik meen dat er nog 1 in Abu Dhabi zit, omdat hij op de vlucht is voor de rechter. Omdat zijn zaken niet... Nou ja. Ik weet wie van u was van plan om projectontwikkelaar te worden. Het is wel ooit, als het een tikkeltje mee zit, een manier waarop je slapend rijk wordt. Hè? Je bent vaak in het onroerend goed, ben je vaak in een paar jaar, mits u net op tijd uitstapt, ben je binnen. En dan hoef je de hele rest van je leven niks meer te doen. Overigens een ongelukkige situatie dan dat is nauwelijks denkbaar. Ja, mijn indruk is dat, het is meer dan dat, je leest er ook veel over. Trump weet helemaal niet wat hij moet doen als president. Een president is in feite, als het goed is, de belangrijkste beleidsmaker in het land. Hij heeft een ideologie en op grond daarvan heeft hij bepaalde wettelijke voorstellen die hij wil doen, van dingen die hij wil veranderen of op wil zetten of wat dan ook maar. Hij heeft wel een ideologie, maar die leidt in de praktijk niet tot beleid. Omdat hij helemaal niet weet wat beleid is en hoe je beleid zou moeten voeren. En dat als je beleid wil voeren, dat je ook een beetje verstand moet hebben van beleid. En u weet, de vorige president had dat natuurlijk wel. Dat is natuurlijk een even andere. Ik denk zelf overigens dat een niet onbelangrijke reden dat Trump er zit, is A, dat zijn voorganger een zwarte Amerikaan was, of althans als zodanig werd beschouwd, die bovendien Barack Hussein Obama heette, zei ze bij Fox ook altijd, hè, Barack Hussein Obama, en die dus zwart was, en Hillary was een vrouw. Ik denk dat die twee dingen samen al grotendeels verklaren waarom ze deze lamzak nu in het Witte Huis hebben gekozen. Ja, ik hoef niet aan u uit te leggen wat een ongelofelijke drol het is natuurlijk, hè. Ja, heeft u die boerenlullige scène gezien waar die geloofde minister-president van wat was het Slowakije wegduwt bij zo'n eurotreffen? Dat was vrij sterk, vond. Dat leek mij eigenlijk zo karakteristiek voor de persoon van Donald Trump. U kunt natuurlijk ook zeggen, als u een klein beetje psychologisch inzicht heeft, en wie heeft dat tegenwoordig niet, dat dit natuurlijk een patiënt is die door zijn vader zo ernstig beschadigd is, dat hij ook niet beter weet dan dit. Dat hij altijd, niet waar, dat hij altijd de macho man moet spelen. Hè? De man van de grab them by the pussies en zo. Dat is wat hij denkt dat je moet doen. Dat zo, hè? Je moet altijd zorgen dat je haantje de voorste bent. Even lekker voordringen. En dat heeft zijn vader hem geleerd. Hè? Die ook niet een erg prettige man was en die zijn kinderen zodanig beschadigd heeft dat de oudste broer van Donald Trump heeft er doodgedronken. Dat is op heel jeugdige leeftijd. Dat is de reden dat Trump geheel onthouden is. Ja, bij Trump denk ik wel eens, als hij gewoon elke dag eens een fles whisky dronk, zou het dan niet beter worden? Ja? Zou het er best kunnen eigenlijk. Want hij maakt dus al de indruk dat hij stom dronken is vaak. Ja, dus zo kunt u het ook uitleggen. En in die zin is de vader misschien wel veel van deze ellende aan te rekenen. Maar dus nogmaals, mijn idee is dat hij is, als je een toneelstukje zegt, nou, je hebt toch al die series gehad over de West Wing en daarna had je nog zo'n serie over het Witte Huis. Zo denkt hij dat het presidentschap werkt. Ik weet niet, wie van u kent dat die serie, de West Wing? Nou, dat zijn er ook niet veel, zeg. U moet zo hard studeren, of is dat zo lang geleden dat ik... Bij mij is het al heel vaak opa verteld, zodat je dan ogen verglazen dan al een beetje. Hè, als je zegt dat je wel eens in een DAF hebt gereden, bij wijze van spreken. Ja, ik heb laatst in een DAF gereden. Het is trouwens hartstikke leuk, het DAF-museum. Maar goed, ik moet niet afdwalen. Ja, er zijn namelijk allemaal DAF's. Het is wonderbaarlijk. Daarvoor waren we in het Van Abbe, het was Eindhoven, we waren eerst in het Van Abbe Museum geweest. En nou ja, wat vindt u dat er in een museum zo moet zijn? Nou, je kunt wat oude meubeltjes neerzetten, maar toch voornamelijk schilderijen. Maar hier waren allemaal video-installaties. Hè?
Waar ik al na 3 minuten denk, nou, ik heb zelden zo'n slecht tv-programma gezien. He? Ze kunnen zelfs Lenin niet scherp in beeld krijgen. En dan ga je naar het DAF-museum en dat houdt ze gewoon aan de regels. Dat op DAF-museum en binnen zijn DAF's. He? Er zijn geen video-installaties met opa Drees erop, die zijn er niet. He? Ja, die musea, dat is ook iets. Maar goed, u doet allemaal technische wetenschappen, dus u zit niet in de museumkunde. Want daar zijn ze hoop. Nee, ik moet hier niet over doorgaan. We gaan weer terug naar Trump. Hij is een televisiepresident, daarom kijkt hij ook naar zichzelf op de televisie. Hij denkt dat als Fox iets zegt, positief, oh, kijk eens even, ik heb het leuk gedaan. En als de New York Times of CNN iets negatiefs zegt, zegt hij dat CNN niet deugen kan. Dus hij is puur geïnteresseerd in zijn eigen imago, om het zo maar te zeggen. Hij is eigenlijk voortdurend bezig met een soort presidentieel selfie. Misschien is dat de beste beschrijving die ik geven kan. En hij weet niet dat een president normaal gesproken gewoon hard moet werken, achter een bureau zit en dat hij nota's moet lezen en memo's en dat hij met deskundigen moet praten over hoe het allemaal zou moeten. Hij heeft er geen idee van. He, dus ze komen zeggen dat die Noord-Koreanen weer een raket hebben afgeschoten en dan zegt hij, ja, ik zal ze maar krijgen. He. Fire and brimstone, of wat was het ook alweer, van vreselijke dingen. Dat hij dat zegt heeft geen enkele betekenis. Dat is alleen eigenlijk dat, wat diezelfde avond nog, ziet hij zichzelf op Fox, waar hij zegt van, we zullen die UN wel eens krijgen. He. Die UN of UN, ik weet niet hoe die Noord-Koreanen dat precies uitspreken. He, want Kim is de achternaam van die lui. He. Er zijn 3 generaties Kim nu. En het schijnt, hij is lijksprekend op zijn opa. Het is wel een interessant regime eigenlijk. He. Het is ook 1 groot toneelstuk eigenlijk. He. Denk aan die nieuwslezeres. He. Dat valt niet mee hoor. Dat valt niet mee om het nieuws zo te lezen. Als Ian Allegrien dat zou moeten doen, dan zou ze in no time een burn-out krijgen. Daar ben ik wel zeker van. Ja. Dus Trump speelt dat hij president is. Zo is het. Hè? En dat was ook, ja, niemand had die West Wing serie gezien. Maar dat waren al die mensen zaten allemaal heel wietsig met elkaar te praten de hele dag. Dat is eigenlijk Donald Trump. Uit zijn handen komt eigenlijk vrijwel niks. Wat er verandert, is ook grotendeels heeft niet een wettelijk karakter in de zin dat er een wet wordt ingediend waardoor een andere wet ontkracht of verdwijnt. Ontkracht wordt of verdwijnt. Nee, wat hij doet is voornamelijk regelgeving aanpassen en veranderen. En dat is heel simpel, want heel veel regelgeving is gewoon gebaseerd op executive orders of executive maatregelen. En daar hoef je dus wettelijk niet veel aan te doen. Want de enige serieuze wet die Donald Trump en zijn medestanders geprobeerd hebben van tafel te krijgen, is Obamacare. En gek genoeg is ze dat niet gelukt. Nou ja, gek genoeg. Als u daar nou even over nadenkt, dan realiseert u zich. U weet, het scheelde dus geloof 2 stemmen of zo, 3. Heeft u die scène nog gezien waar McCain zo zijn duim naar beneden deed? Dat was ook weer een fijn toneelspel. Hè? Soms denk je wel eens, ik wou dat ik ook in de politiek zat. Hè? Je hoeft nauwelijks na te denken. Hè? Je hoeft alleen maar af en toe het Wilhelmus te zingen en dan zit je wel snor. Hè? Je hoeft eigenlijk alleen maar normaal te kunnen doen. Nou, dat is een. Als ik iets kan, dan is het wel normaal doen. Hè? Behalve, ja, mijn vrouw vindt van niet, maar. Ik ben ook bang dat ik aan Buma verraden zal worden. Wist u trouwens dat Wilhelmus eeuwenlang uit de mode was? Zongen we hoog op de blanke top der duinen? Of wie vaderlands bloed door de aderen vloeit? Of weet ik wat het was? Want Wilhelmus was in de jaren 30 weer teruggekeerd. Ja, dan zie je wat een schijnheilig gelul het eigenlijk is. Hè? Eerst hebben ze in Nederland het hele geschiedenisonderwijs naar de kloten geholpen. Hè? Want u weet, u bent allemaal slachtoffers van het profielensysteem. Vroeger hadden we ook wel profielen, maar dat telde toch wat minder zwaar. U heeft allemaal in een profiel gezeten, maar u bent hier gaan studeren. Dus u heeft nog in een profiel gezeten waar je tenminste iets hoefde te kunnen. Hè? Er zijn profielen die speciaal georganiseerd zijn voor die leerlingen die helemaal niets kunnen. Het zijn hele fijne profielen op zichzelf. Kijk, u ziet, er wordt vergenoegd gelachen. Omdat de meesten van u niet in dat profiel hebben gezeten.
Je denkt, daar heb ik gelukkig niks mee te maken. Ja, maar in één profiel wordt het geschiedenisonderwijs alle 6 jaren van de middelbare school gegeven. Er kunnen er ook 2 zijn. Maar het komt erop neer dat van alle middelbare schoolleerlingen maar 30% al die jaren geschiedenisonderwijs geniet. Met als gevolg dat je vaak wel helemaal aan het begin iets leert, maar daarna is het klaar. De meesten van u weten bijvoorbeeld niet dat er in Frankrijk een revolutie is geweest in 1789. Dat is toch een nieuwtje voor de meesten van u. Dat jij je buurman aan moet stoten. Is dat waar? Ik wist niet dat dat zo was. Zeg. Die Fransen toch, hè? Een revolutionair volkje. En als u er wel eens van gehoord heeft, weet u er geen flikker van aan. Laten we wel wezen. Ja, en nu dan ineens schijnheilige praat vanwege immigranten en dat je het normaal moet doen en een echte Nederlander moet worden en ik weet dan niet wat. Ja, ik begrijp dat het voor die camera lastig is om mij het een beetje te volgen. Lukt het? Ja? Oké. Okay. Ja, ik kan niet stilstaan. Dat is een hopeloze zaak eigenlijk. Ja, ik vind dat vreemd. Terug naar Trump. Hij speelt het. Maar hij weet van niks. Daar komt het eigenlijk een grote trek op neer. Hij is niet stom, maar hij is natuurlijk ontzettend lui. Hij heeft helemaal geen... U weet dat hij nooit wat leest. Hè? Hij moet verbaal op de hoogte worden gebracht. Vroegere presidenten hadden 's ochtends een A4'tje met het topnieuws van de dag. Maar dat leest hij ook niet. Dus hij krijgt van iemand te horen zeggen, het waait verschrikkelijk in Florida. Nou zal hij dat waarschijnlijk al gehoord hebben van zijn eigen buitengoed Mar-a-Lago, hè, want dat is ook in Florida. Hij leest ook nooit een boek. Nou kan je ook, als je nooit een boek leest, kun je misschien wel nuttige dingen doen, maar u begrijpt dat ik daar in hoge mate aan twijfel. Dus zolang het zo is, dat niemand tegen hem zegt dat hij eigenlijk gewoon volkomen niet deugt als president... Het is een beetje net alsof u een loodgieter bestelt omdat u thuis een lekkage heeft en verdomd, er komt iemand voorrijden in een prima bestelautootje, loodgieterij altijd lek. Daar stapt een man uit die al zo'n tas bij zich heeft, helemaal vol met allerlei spullen die je daarvoor nodig hebt. En nou, u zegt het is in de keuken, je hoort het wel, dat lek. Ja, je hoort hem in de keuken gaan, hij doet dat deurtje open en dicht, hij komt weer terug. Hè. Het is helemaal in orde. Fantastic. It's the greatest kitchen that you've ever seen. Hij heeft alleen het deurtje open dicht gedaan. Dat is Trump ten voet uit. Als dat zo blijft, zal de schade relatief beperkt blijven. In de zin dat Obamacare, ondanks al die kletskoek van die Republikeinen van de afgelopen jaren, nog steeds bestaat. Kunt u zich overigens voorstellen dat het bijna zover is gekomen dat een meerderheid, in het huis was al een meerderheid, dit ging om de Senaat natuurlijk, dat een meerderheid van beide huizen bereid was om 23 miljoen mensen zonder verdere poerpaleis te beroven van hun ziektekostenverzekering. Dat is toch eigenaardig? Hè? Je zou toch zeggen dat is eigenlijk min of meer ondenkbaar, maar zo niet in de Verenigde Staten. En laten we wel wezen, welke partij is dat? En dan ben ik weer terug op mijn startpunt. Dat is de Republikeinse Partij. Jarenlang, u zult zien, er sluipt nu een zekere bitterheid in mijn stem. Jarenlang heb ik op de Nederlandse televisie gezegd dat de Republikeinse Partij grotendeels bestond uit krankzinnigen. En dat werd mij toch min of meer, want dat vond men niet objectief. Dat kan je wel zeggen, maar dan moet je zeggen dat de Democraten ook grotendeels bestaan uit krankzinnigen. En dat is niet waar. Er zijn wel krankzinnigen bij, maar de meerderheid is niet krankzinnig. Van die 2 partijen is er 1 in de afgelopen kwart eeuw ingrijpend ontspoord, de Republikeinse Partij. De andere partij is niet fundamenteel veranderd in die 25 jaar. Dan zijn ze het niet onder elkaar niet altijd eens en het is een janboel en ze hebben allerlei zaken hebben ze niet op orde. Maar ze zijn niet krankzinnig. En dan is uw vraag natuurlijk... En dan las ik altijd in de krant, daar was Verhossen weer met zijn mededeling, dat de Republikeinen krankzinnig zijn. Nu denk ik wel eens, zal ik al die mensen een brief schrijven van geachte heer, streep mevrouw, herinnert u zich nog dat u vond dat ik dat niet mocht zeggen? En wat vindt u van de huidige inwoner van het Witte Huis? Vindt u dat een sympathieke, daadkrachtige en door competente figuur?
Of heeft u net als ik de indruk dat hij krankzinnig is? Misschien niet in de direct klinische zin, maar wel in de bruikbare zin. Trouwens, je hoeft maar een paar keer naar die vrouw van hem te kijken en dan weet je wel hoe laat het daar thuis is. Hè? Jongen, 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 je ziet de spijt die druipt haar van het lichaam. Hè? Je zult met zo'n zak getrouwd zijn. Hè? Ze hebben ook maar één kind, dat geeft ook te denken. Hè? Het is één keer gebeurd en toen dacht ze nooit meer. Hè? Nooit meer. Het zal ook wel een geval van grabbing zijn geweest. Ja, althans, dat maakt op mij een dood. Ik weet niet of u dat een beetje qua motoriek en gedrag zeg ik van. Ik heb zelden een zo ongelukkige vrouw gezien als Melania Trump. Hè? Je hebt natuurlijk wel fijne kleertjes en zo. En nou ja, dat telt ook. En goed. Zolang. Nee. Dat Trump er zit. Er wordt nu allerwegen gedaan alsof hij min of meer uit de hemel gestort is. Of uit de hel omhoog gerezen. Net hoe u het wil formuleren. Maar dat is onzin. Trump is in alle opzichten het sluitstuk van een kwart eeuw waanzin van de Republikeinse Partij. En als u wil weten wanneer dat begonnen is, dat is begonnen in 1994. He, toen Hillary en Bill een voorstel hadden gedaan voor de hervorming van de Gezondheidsraad. Ik zal niet beweren dat dat een hoogtepunt van praktisch denkwerk was. Het was 1200 pagina's ingewikkelde tekst. Daar kom je niet ver mee. Maar toen heeft Newt Gingrich, niet waar, die is begonnen met die, hoe zal ik het zeggen, die campagne van de verschroeide aarde tegen de Democraten. En dat heeft geholpen. Het heeft geholpen. Want wat willen de Republikeinen? De Republikeinen willen simpelweg een overheid terug zoals die bestond in de jaren 20. Dat we zeggen, voordat Roosevelt tot op zekere hoogte van de Verenigde Staten een modern land maakte met sociale verzekeringen, vakbonden. De vakbonden hebben ze eigenlijk al voor een belangrijk gedeelte de nek weten om te draaien met reeksen van onaangename maatregelen. Het is de Republikeinse Partij die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de gek die er nu zit. Weet u nog dat Trump de leider was van een hele beweging, dat heette de Birther Movement. En de birthers, kijkt u wel regelmatig naar CNN, heb je gewoon in Nederland op de televisie hoor. Kijkt u daar regelmatig naar of niet? Het is toch bij u voornamelijk heel Holland Bakt, hè? Magnifiek programma. 2,5 miljoen kijkers, hè? En je krijgt ook wat te zien dat je denkt, zo, hè, zo'n mislukte taart, dat is toch. Dat is zo symbolisch eigenlijk, hè. Dat de taart van je leven mislukt. Hè. Je werkt er keihard aan, je trekt het vormpje eraf en pff, hè. Het zakt zo van het bord af. En dan staat André van Duin naast je, hè, voor het geval dat je zelf de humor er niet van op van aan je zak. Heb je André van Dijk om je erop te attenderen. He? Het is de Republikeinse Partij die in feite een ideologie draagt die ook zeer ruim en op grote schaal gefinancierd wordt door de allerrijkste Amerikanen. En die zijn echt ontzettend rijk. Je moet maar eens iets lezen over die Koch brothers en u wordt er naar van. He? Dark Money heet dat boek van de mevrouw Meijers, kan het u warm aanbevelen. Nou ja, als u er tegen bestand bent geestelijk, dan kan ik het u warm aanbevelen. En dan zult u zien hoe het zo'n beetje in elkaar zit. En wat willen de Republikeinen? Die willen dus een piepkleine overheid. Een overheid zonder sociale maatregelen. Waarom dacht u dat er niks onderhouden werd, dat het wegennet verkruimelt, dat er geen riolering wordt aangelegd, dat er geen waterbeheer is in de Verenigde Staten? Dat kost centen. En waar moet je die centen vandaan halen? Dat is belastingheffing. En wat denken de Republikeinen van belastingheffing? Belasting is diefstal. Hè? Je hebt het toch zelf verdiend? En dan laat je het toch niet afpakken door die klerenleiders in Washington die er de gekste dingen van doen. Hè? Ja, die gaan allemaal zwarte helpen en zo. Dat is ook zoiets. En dat is ook ondershuids in Amerika natuurlijk. Ja, denkt u aan die Black Lives Matter beweging, die is er ook niet voor niks. Dan komt dat er per jaar tientallen zwarte jongens op straat gewoon worden doodgeschoten. He, standrechtelijke executie, kun je dat noemen, zo u wilt. Ik weet niet of u wel eens van die tegenwoordig wordt het allemaal met de iPhone opgenomen. Het zijn verbijsterende scènes. Ik
weet niet of je die agent heeft gezien die die man die in die auto zit doodschiet. Dat je denkt, waarom in godsnaam, wat is dit voor volstrekte onzin? Ik zag nou eens een scène op CNN, toen was ik net toevallig zelf in Amerika, van een bejaarde zwarte zwerver in Washington die duidelijk verward was, door wat voor reden dan ook. Door alcohol of omdat hij bejaard was, dat kan een combinatie van beide. En hij had in zijn hand zo'n aardappelschilmesje. En om hem heen stonden 16 agenten hem toe te schreeuwen. En u begrijpt hoe dit afgelopen is, ze hebben hem doodgeschoten. Ja, dat je denkt. En er was eigenlijk niemand op CNN die tot het tenslotte laat op de avond wel iemand zei, besef je hoe volkomen krankzinnig het is dat je een bejaarde met een keukenmesje doodschiet. Hè? Ja, ik heb hier nog een hele leuke anekdote voor, maar daar is geen tijd meer voor. Ja, ik zat nog eens met mijn oude moeder in de auto in Amerika. En ze had net een appeltje voor mij geschild. Met zo'n, weet je wel, zo'n gratis mesje wat je bij de bloemist krijgt. Hè. We hebben er thuis ook 200 of zo. Hè. Laat ze het niet horen van de terrorismeopsporingsdienst. Jihad met 200 mesjes gegrepen. Jihadist. Ja. En ik werd aangehouden, u begrijpt het al, door een agent, weet je wel, op zo'n Harley Davidson. Die stond achter zo'n brug op de loer, ook zo kinderachtig. Het was een zonnige vierbaansweg, er was geen ander verkeerd. Het was in Upstate New York, waar al lang niemand meer woont. Maar goed, hij zei, u rijdt veel te hard, dat klopt. Ik had dat net tegen mijn moeder gezegd, we gaan lekker hard rijden. In zo'n Amerikaanse klote auto. Zeg, en nou ja, ik werd aangehouden, ik moest stilstaan. Ik mocht mijn raam maar op zo'n kiertje openzetten. En hij zei, move slowly, sir. He, alsof ik, doink. He, hij bleef ook zo staan. He. Het geweld is daar altijd impliciet in alle situaties waarbij je met het gezag te maken had. En toen zag hij dat mesje liggen. Naast mijn bejaarde moeder. Kleine grijze duif die naast mij zat. He. Nou, zeg, hij raakte totaal buiten zinnen. He. Put your knife down. Put your knife down. Dat je echt denkt. Ik eerst begreep ik niet wat het over ging. En toen bleek het dus dat, nou ja, zo'n bloemenmesje, hè, waar je die stengeltjes dan nog mee zo. Ja, gelukkig schreef hij toen de sukkel. Zij schreef het adres van het reisbureau op de bon. Ik denk. En toen zei hij, toen ik weg, hey, you have to appear in court tomorrow morning. En ik zei, I will be there. Ja, wat een land. Maar ja, dit zal je in Nederland toch niet gauw overkomen. De toon waarop, de agressie die daarin zat. Een man van gevorderde middelbare leeftijd met zijn piepkleine duifgrijze moeder. Hè, in een witte Pontiac met paarse bekleding. Dan. Wat een land. Ik had in Nederland een klacht ingediend als me dat zou zijn overkomen. Ik ben in Nederland ook wel eens aangehouden wegens te hard rijden. En het waren hele beleefde jongens. Goedenavond meneer, goedenavond mevrouw. Mijn zoon zat achterin, die was toen nog zo groot. Goedenavond jonge heer, zei hij, is er nog van onder de indruk. En toen zei ze nog, had u een goede reden om zo hard te rijden? Ik kon ze gauw niks verzinnen. Nou ja, maar goed, ik vertel dit alleen om wat in Amerika steeds volkomen fout is. Dat, het is duidelijk dat dat niet kleinigheden zijn, maar dat dit die hele cultuur in zekere zin doordecemt. Hè? Als je in Amerika ongelukkig op je werk bent, wat doe je dan? Dan koop je een AK-47 en dan schiet je al je collega's dood. Hè? Nou heb ik heel vaak gedacht in de loop van mijn carrière, het zou ze beter dood kunnen schieten, maar ik heb het niet gedaan. Hè? Ik heb ze ook nooit bedreigd. Hè? Het zou op zichzelf. Nou nee, het waren schatten van mensen eigenlijk. Het is meestal maar een enkeling die niet deugt natuurlijk.
De Republikeinen willen dus een kleine overheid, geen sociaal beleid, geen belastingheffing. Als de riolering moet worden gemaakt, dan moet dat lokaal maar geregeld worden. Daar moet Washington zich niet mee bemoeien, dat is natuurlijk ook zo. Dat heeft ook het voordeel overigens dat veel staten natuurlijk omvangrijk eigen beleid kunnen voeren. Als u denkt, die Trump die schaft alle... milieumaatregelen af, dan kunt u denken aan de staat als Californië, wat per slot van rekening is in eentje, geloof ik, iets van 15-16% van het Amerikaanse bruto product genereert. En daar zijn hele strenge milieumaatregelen. Veel anti-automaatregelen zijn afkomstig uit Californië en verspreiden ze dan geleidelijk over de rest van de wereld. Dus in die zin, kijk, een Amerikaanse president is... minder machtig dan heel veel Europese regeringsleiders. Nou ja, Rutte is natuurlijk ook, dat hij dat Wilhelmus niet tegen heeft gehouden, dat begrijp je niet. Dat begrijp je helemaal niks van. Ja, ik moet u zeggen dat ik steeds in de verleiding ben om aan Buma te denken. Heeft u die lezing nog een beetje geraadpleegd wat hij daar te melden had? Van krankzinnigen gesproken trouwens. Ja. Nou ja, u ziet hier eigenlijk dat die impuls van vroeger was alles beter. En we zijn nu terechtgekomen in een samenleving waar helemaal niets van deugt en alles moet anders. Dat eigenlijk vrij breed gedragen wordt en dat je dat ook in West-Europa ziet. Alleen op een andere manier misschien dan in de Verenigde Staten. Er is natuurlijk één punt en daar moeten we stellen dat Trump iets... Nou, ik wil niet zeggen gesignaleerd heeft, maar misschien wakker gekust. En dat zijn de omvangrijke effecten van de deindustrialisatie in de Verenigde Staten vanaf de jaren 70. Dat hebben we in Nederland natuurlijk precies zo gezien. We hadden het net al toevallig over Enschede, waar in feite het hele industriële hart uit de stad gerukt is. Er is nogal wat textiel, maar dat is allemaal high-tech en zo. En ik geloof niet dat daar nou zo verschrikkelijk veel mensen aan werken. En ik weet niet... Ligt de werkloosheid in Enschede nog boven Randstadniveau? Ja? Want ik zag in Almelo, daar was de PVV de grootste partij bij de verkiezingen van 15 maart. Daar heb ik ook wel eens een lezing gehouden. Naar mij maakten ze toch een vrij normale indruk. Maar kennelijk zijn alle normale Almeloers naar die lezing gekomen en is de rest thuisgebleven. Althans, zo zag ik het eigenlijk een klein beetje. Ja, dus... Als u kijkt naar regelgeving, als u kijkt naar de EPA, dat is de Environmental Protection Agency, daar zijn de effecten echt treurig. Daar wordt tal van dingen worden daar teruggedraaid. Ook effectief personeel wordt ontslagen, wat vaak de meest effectieve maatregel is om ijverige ambtenaren eruit te flikkeren en anderen te benoemen die bijvoorbeeld precies juist tegen milieumaatregelen zijn. Dat gebeurt op vrij grote schaal. Maar wettelijk... is er tot nu toe niet zo heel veel gebeurd. Goed, ze zijn uit dat Parijse verdrag getreden, dat is allemaal waar. En dan is de vraag natuurlijk, hoe erg is het dat Amerika waarschijnlijk 4 jaar zal dwars liggen? Nog een andere vraag natuurlijk, zal die 4 jaar blijven zitten? Heel veel mensen denken dat hij zal sneuvelen als Mueller met zijn resultaten komt over de Russische contacten. Ik ga niet met u wedden, daar begin ik niet aan. Maar ik denk dat het veel minder zal opleveren dan laten we zeggen, de anti-Trumpers hopen. En ik denk niet dat dat een reden zal zijn voor impeachment. Want dan moet je het er toch vrij bruin gebakken hebben. Wil je impeached worden, dat moet je high crimes en misdemeanors. Eigenlijk moet je een soort van landverraad hebben gepleegd, wil dat een mogelijkheid zijn. Dus voorlopig is de beste kans dat hij er daadwerkelijk 4 jaar zal zitten. En dat betekent inderdaad dat 4 jaar lang de EPA niet behoorlijk zal functioneren. Dat alle mogelijke regelgeving wordt afgeschaft. Maar vergeet niet, regelgeving kan precies even makkelijk weer aangenomen worden. Heel veel maatregelen van Obama waren by executive order. Om de eenvoudige reden dat Obama natuurlijk alleen van 2008 tot 2010 een meerderheid had in de volksvertegenwoordiging, daarna niet meer. En nou ja, de Partij van de Krankzinnigen heeft vervolgens alles gesaboteerd wat ze saboteren konden. Ze hebben bijvoorbeeld 37 maal een motie aangenomen dat Obamacare moest worden afgeschaft.
Wat het des te komischer maakt dat ze zelf er niet in geslaagd zijn bij ruime meerderheden en een republikeinse president om Obamacare af te schaffen. Dus gesteld, nou hij zit er 4 jaar. En dat levert gegarandeerd schade op tal van terreinen die u lief zijn. Het kan natuurlijk ook best zijn, laten we eerlijk zijn, dat er ook hier nog mensen zijn die zeggen, ja, dat is allemaal wel fijn, dat linkse gelul. Hè. Maar die hele klimaatopwarming, dat is een Chinese rotstreek. Hè. Dat is allemaal verzonnen door wetenschappers, die weten van toeter nog blazen. Hè. Die moet eens kijken naar de e-mails die ze aan elkaar sturen. Hè. Dan weten ze het zelf ook helemaal niet zeker. Ja goed, hier en daar smelt het ijs, dat is waar, maar dat heb je ook als je een ijsje koopt, dat smelt ook. Ja, daar zit je, want dat is nog een punt wat ik nog niet eigenlijk vermeld heb, maar dat de Republikeinse Partij, mocht u toch niet overtuigd zijn door mijn idee dat het een partij die terug wil naar de late jaren 20 een vorm van krankzinnigheid vertoont, nou ja, dezelfde krankzinnigheid eigenlijk die Buma met zich meedraagt. Hè? Als God nou maar weer terugkomt, dan komt alles wel in orde. Hè? Het gekke is natuurlijk dat Buma zo jong is, dat hij zelf niet weet wat een ongelofelijke klote tijd de jaren 50 waren. Hè? Ik weet dat, ik ben erbij geweest. Ik was bij volle bewustzijn. Hè? Het was een afschuwelijke tijd in alle denkbare opzichten. Ja, u zit, knikt u nou mee of tegen? Ja, een rottijd, hè? Ja, toen het klaar was voelde je je bevrijd toch in de jaren 60. Dat ze ineens niet begonnen te zeiken dat je naar de kapper moest. Hè? Ja, maar u hoeft ook niet meer. Hoor. Ja, dat ik. Wat een winst was dat alleen al. Hè? Kunt je dat niet voorstellen? Dat je je middelbare school 's ochtends binnensloft met je tasje in de hand. En dat de rector tevoorschijn springt, niet waar, als een exocet raket. Uit zijn werkvertrek en tegen je zegt van, als jij morgen niet geknipt bent, dan kun je niet meer naar binnen. Wat vindt u daarvan? Jij zou natuurlijk, jij zei ook altijd, dat vinden uw ouders toch zeker ook niet prettig. Ik zei, dan kan mijn ouders echt me helemaal niet schelen, meneer Van de Veen. Nou, mij wel. En dan moest je het laten knippen. Hè? Bij kapper Reizemers voor 75 cent, dat was een vuile fascist volgens mij. Die het zo kort mogelijk knipte. Dat zijn de jaren 50. Hè? Het was een soort van gezagsuitoefening waar je voortdurend eigenlijk het slachtoffer van was. Wie van u heeft nog in dienst gezeten? Dat zijn er niet veel, ja. Enkele behaarde bejaarden daarachterin, geloof ik. Ja, u bent zeker nog steeds bezig wraak te nemen eigenlijk op de... Ja, was ook, ik ben ook in dienst geweest, nou. Dan moet u me ook nog eens voor uitnodigen. Voor de diensttijd, jongen. Oh, dysfunctionele organisatie was dat. Het is maar goed dat die Russen nooit zijn gekomen, want... Het zou gek zijn afgelopen. Ja, de Republikeinse Partij verzet zich al meer dan een kwart eeuw tegen alle resultaten van moderne wetenschap die of strijdig zijn met wat er staat in het Oude en het Nieuwe Testament, dus dat is heel wat, kan ik u verzekeren, hè, of die strijdig zijn met die fijne principes die ze hebben, dat het vervuilen van de lucht helemaal geen probleem is, dat is gewoon een kwestie van wennen. Dan ben je na enige tijd ben je zo gewend aan vieze lucht dat je het helemaal niet meer merkt dat het zo vies is, die lucht eigenlijk. Dat is eigenlijk het idee. He, dat was nu weer, was er een wetenschappelijk rapport waarin werd bewezen dat het opblazen van die bergtoppen om in dagbouw kolen te winnen, omdat Trump is een groot voorstander van de stimuleren van de kolenwinning, wat heel suf is, want eigenlijk is daar weinig behoefte aan door dat schaliegas. Niet dat dat schaliegas ook niet weer andere effecten heeft, maar kolenwinning heeft nog veel meer negatieve effecten. En dan wordt het rapport, degene die het rapport hadden uitgebracht, kregen bevel om het rapport weer onder in de bureau te laten liggen. En het zou niet gebruikt worden. Het kon niet anders dan volkomen onjuist zijn. Daar komt het op neer. Ja, dus is dat erg voor 4 jaar? Het is maar... Hoe u eigenlijk de lange termijn trends in de westerse samenleving ziet. Als die lange termijn trends doorzetten, zoals ze hebben doorgezet sinds de jaren 70, schat ik zo'n beetje, dan is Trump een intermezzo. Hè. Kan die herkozen worden?
Nou, dat zou toch een hele... Het hangt een beetje af van de democratische tegenkandidaat, maar dat is een lastige klus. U moet zich wel realiseren. Nou, misschien vraag ik eerst even. Wie van u vindt die Trump eigenlijk wel een prima president? Die heb je in Nederland ook, hoor. Die heb je in Nederland ook. Je kunt op het internet kun je tal van mensen lezen van dat het allemaal maar linkse praat is. Een prima figuur, die Trump, eerste klas man. Dat is tenminste een man. Hè? Het was een watje als die Obama. Hè? Want ik moet nog even iets zeggen eigenlijk over de vergroening van de wereld. En in het algemeen lees je daar verschrikkelijke dingen over. Dat als we eigenlijk niet volgende week besluiten om radicaal elektrisch te gaan rijden allemaal, nou, dan kunnen we het eigenlijk, wel vergeten. Hè? We zijn echt gewoon bezig met onszelf te frituren in een toptempo. En ik moet u zeggen, ik denk helemaal niet dat dat zo is. Ten eerste vind ik altijd gek dat er nooit op gewezen wordt dat de temperatuur op de planeet in diverse lange periodes van het bestaan van deze planeet een stuk hoger was dan die nu is. We leven zogezegd in een postglaciaal. Vandaar dat er ijs ligt. Er zijn hele lange periodes geweest in het bestaan van deze planeet dat helemaal geen ijs was, nergens. U moet trouwens eens kijken naar, je hebt hele leuke kaartjes van Antarctica als het ijs weg is. Het is een hele lollige archipel. Hè? Je denkt meteen aan een villaatje in Antarctica. Hè? Aan zee. Een beetje Noors landschap is het eigenlijk. Ja, dus dat vind ik vreemd. En er zijn ook tijden geweest, laten we wel wezen, dat het veel kouder op de planeet was dan het nu is. Dat zijn de glacialen en nu zitten we in een postglaciaal. En ja, ook in het verleden is het al zo geweest dat zo'n postglaciaal, dat kan heel snel gaan. Ik wil op zichzelf wel aannemen overigens dat het te wijten is aan menselijke activiteiten. Evengoed als je totaal niet kunt ontkennen dat het warmer wordt op veel plaatsen in de wereld. Op de ene plaats overigens veel warmer, sneller warm dan op andere plaatsen. Dat is nogal verschillend. Maar die fantastische zekerheden van de klimaatkerk, daar, u moet weten, u weet dat niet, want dat wordt door niemand, iedereen wordt dat stilgehouden, dat we in de jaren 70 lange stukken in de krant hadden, dat het steeds kouder werd. Ja, ja, u zit nu stilletjes te luisteren. U denkt, hoe is het mogelijk? Werkt het de thermometers niet of zo? Nee, dat zei men. Dat las ook, stonden van die stukken in de weekendkrant. U kent dat wel, van die hele serieuze lange stukken. Waar je alleen de eerste alinea van hoeft te lezen en de laatste. Dan weet je grote trekken wat erin staat. Ik adviseer u maar even. En wat dacht u van dat grote waldsterven in Europa? Alle bomen in Europa zouden binnen 30 jaar dood zijn. Dat is alleen nog maar kale heuvels, beetje Sint Maartenachtige heuvels eigenlijk zouden het worden. Hè? Ja, en u wil het wonderlijke geval dat er allemaal niets van uit is gekomen. Het is niet kouder geworden, maar het wordt warmer. Dat is grote wand. Ik geloof wel dat Pardenne in Tsjechoslowakije zijn overleden, maar sinds het einde natuurlijk van de Oostbloklanden. En de fantastische vervuiling waar de communisten zich schuldig aan maakten, is dat ook grotendeels teruggedraaid. Dus dat valt eigenlijk wel mede met dat grote waldsterven. En dan heb ik nog een ander punt, dat begrijp ik ook niet goed. Nou ja, er wordt ons steeds bepleit dat we eigenlijk in paniek moeten zijn. Eigenlijk is paniek kan alleen onze laatste drijfveer zijn om te vermijden dat we met z'n allen in van die McDonald's frietjes veranderen, weet u wel. Nu nog even dit hele verschijnsel van de opwarming van de planeet en wat we daar moeten doen en welke maatregelen we moeten treffen. Niet waar, dat wil ik even in een iets ruimer historisch perspectief zien. Want ik ben helemaal niet in paniek daarover. Ik ben eigenlijk stom verbaasd dat het zo snel is gegaan met de maatregelen die worden genomen wereldwijd. Denk aan die Parijse conferentie. Ja, die Amerikanen zijn even uitgestapt, maar laten we wel wezen, de Amerikanen zijn toch het achterlijke broertje van de westerse samenleving langzamerhand. Wie van u heeft geen medelijden met de Amerikanen? Nee, wat mij verbaast is dat al die maatregelen, de discussie, zeg maar, als u het dan energietransitie wil noemen, vind ik het prima deluxe, hoe snel dat is gegaan. Al mijn kennissen hebben het over elektrische auto's. Hè? En dan blijken ze altijd een Tesla te kopen. Weet u wat een Tesla weegt? Ik heb dat even gecheckt natuurlijk. Een Tesla weegt over de 2 ton. En er zit een accupakket in, ik geloof van 600 kilo of zoiets dergelijks. Hè?
En dat accupakket, dat gaat geloof 100.000 kilometer mee. En dan moet je het of thuis installeren om je elektriciteit van je zonnepanelen mee op te laden. Maar dat vind ik ook een beetje ingewikkeld. En dan denk ik altijd, zou het nou, en daar bent u ingenieur voor, reken het voor mij voor de lol eens door. Stel je voor, je hebt een autootje van 750 kilo. Dat kan zo gebouwd worden dat het voldoet aan de Europese botsproefnorm. En dat rust je uit met een driecilinder turbomotortje. En je maakt de topsnelheid, maak je 135, ruim voldoende. Dan rij je al 15 kilometer te hard meestal in Nederland. Maar het is gewoon een motortje wat fossiele brandstof gebruikt. Dat kun je zo afstellen dat dat heel kleine autootje, het is heel licht, goede aerodynamica, dat die, hij moet 1 op 30 kunnen lopen, is mijn theorie. Dat moet toch kunnen, of niet? Ja, ik verwaag nu dat al die lui die al die fantastische reizen hebben gemaakt, die moeten nu even van zich laten horen. En nou denk ik toch, en dan is nog een derde punt, dat vraag ik altijd aan mijn kennissen met de Tesla. Weet je waar je elektriciteit vandaan komt? Nou, volgens hun wordt dat allemaal gewonnen door brandnetels te verbranden in Litouwen. Ja, zo kan ik het ook. Hè? Weet u dat de bruinkool in Duitsland nog een van de hoofdproducenten van elektrische energie is? Weliswaar staan die centrales een beetje in de groeven, maar toch. Het zijn enorme groeven. Hele dorpen worden weggegraven voor die bruinkool. Dat hoor je ook nooit zo. En de andere stroom komt van Franse kernreactoren. Want 80% van de Franse stroomopwekking gaat met kernreactoren. He, dus dan zeg ik, je had een fijn rij in je Tesla. He. Weet je wat een Tesla aandrijft? Bruinkool en uranium. Dat is eigenlijk wat een Tesla aandrijft. Nou ja, dit is een beetje kinderachtige pesterij, dat weet ik ook wel. Maar ik zou wel eens de precieze milieueffecten willen uitgerekend zien van mijn 750 kilo autootje met een driecilindertje. He? Wat zullen we ervan maken? 600 cc, zoiets, dat moet voldoende zijn. Zeker met zo'n turbo. En die Tesla, he? Dan denk ik dat het milieubeslag toch heel raar uit zou kunnen pakken. Ja, u zwijgt stil. U denkt waarschijnlijk, hij heeft geen idee waar het over gaat. Maar goed, ik ben onder de indruk van het transitieproces. En ik denk dat dat zich nog zal versnellen. En het begint natuurlijk ook duidelijk te worden dat we daar een hoop geld aan kunnen verdienen. En als u het zo bekijkt, kunt u het veel optimistischer zien. Want dan is Amerika in feite bezig om althans deze jaren de boot te missen. En nu u vertelde dat u verschillende bedrijven hebt bezocht waar ze van toeter nog blazen wisten. Hè? Waar ze waarschijnlijk ook Trumpiaans waren. Moet je eigenlijk nog meer zorgen maken over de Verenigde Staten. U ziet hoe een land als de Verenigde Staten, wat toch tot voor kort nog een onschokbare reputatie had als de leider van de vrije wereld. En het land waar alles groter, beter, dikker en sneller was. Hè, hoe dat eigenlijk geknakt is. En hoe ons eigenlijk beseffen dat in allerlei opzichten daar sprake is van een dysfunctionele samenleving. Zolang wij niet het Wilhelmus hoeven te zingen, valt het hier toch wel mee, of niet? Dus ik denk zelf, ja, ik geef toe, ik heb die reputatie niet, maar de reputatie die ik heb is geheel onterecht. Ik heb een groot vertrouwen, niet waar, in de menselijke inventiviteit, in de wetenschapsbeoefening, in de ruimste zin van het woord en uit de technologie die daar in feite het product van is. Als je alleen al vergelijkt, niet waar, de technologische veranderen in mijn leven. Wat ik u allemaal kan aanbevelen, het is een wonderlijke aanbeveling. Er bestaat een tijdschrift in Nederland, dat heet De Ingenieur. Bent u daar allemaal gratis op geabonneerd eigenlijk als aankomende ingenieurs? En daar ben ik ook op geabonneerd, ja, door. Ik weet ook niet hoe het komt dat ik erop geabonneerd ben, maar ik ben er ook op geabonneerd. En als ik pessimistisch ben, dan lees ik altijd een paar stukjes in De Ingenieur. Over de wonderbare uitvindingen, waardoor alles sneller en beter en handiger en zuiniger en groener en ik weet al niet wat kan. Ik heb er wel vertrouwen in, eerlijk gezegd, dat het een beetje warmer wordt. U weet, als heel Groenland smelt, dan stijgt de zeespiegel 7 meter. Dus dan zit ik in Utrecht. U zit hier wel goed in Twente. Hè? Dat is weer een voordeel van het oosten des lands. Hè? Het loopt iets minder snel onder water. Ja, smelt Antarctica ook, dan is de toestand hopeloos, want dan stijgt het water 70 meter.
Maar dat duurt, wat zei ik ook alweer, 7000 jaar. Dan, kijk, dat is toch een vrij langzaam verlopend proces. Daar moet toch aanpassing mogelijk zijn. Hè? En misschien zijn er nou wel veel minder mensen. Dan, nou ja, het heeft geen enkele zin om te speculeren op een termijn van meer dan 25 jaar. Maar ondanks Trump heb ik er toch wel vertrouwen in. Trump is een tijdelijke aberratie. De kans dat we allemaal Trumpen krijgen, acht ik niet zo groot. Kijk, in Nederland doen de politici alsof ze Trumpen zijn. Vooral Buma natuurlijk. Ja, ik moet zeggen, die man van het voltooid leven, of die tegen het voltooid, of was het ook weer. Want je moet dat, mocht je leven voltooid zijn, dan moet je het nog stil zien te houden. Anders komt er zo'n vent van de ChristenUnie praten dat het best meevalt. Hè? Dat het veel leuker is dan je zelf denkt eigenlijk. Hè? Dat zou je maar overkomen. Je zegt, wat komt u doen? Hè? Nee, het is geen collecte. We hebben gehoord dat u het leven voltooid acht. Heeft u nooit dat u wel eens in de loop van de dag even denkt, God, ik geloof dat het voltooid is eigenlijk. Maar dan een kwartiertje later valt het weer mee en denk je, ik wil nog wel even door. Hè? Goed, ja, ik dacht altijd zelfs op de sportdag op de lagere school al, mijn leven is voltooid. En nu sta ik hier nog. Dus ja, ik zie geen reden. Het is net, weet u nog van toen we nog in de laatste jaren van de crisis verkeerden. Hè? De crisis begon zo, wat was het, in Nederland dan september 2008. Bos en Balkenende hadden nog een soort feestbegroting geproduceerd. En binnen 14 dagen moesten ze 36 miljard euro uitgeven om ABN op, van de vloer op te vegen. En die laatste periode dat al die economen zeiden, nou, de maximale groei in de komende 20, 30 jaar is 1,5%. Veel meer zal het niet zijn. Het is eigenlijk een soort van permanente stagnatie bij minimale groei. Dat was eigenlijk het scenario. En wat krijgen we nu voorspeld voor het komende jaar? Dit jaar al boven de 3% en volgend jaar weer. Studeer maar snel af, want dan krijg je nog een baantje natuurlijk. Hè? Je moet altijd oppassen dat je niet in de trog van de crisis afstudeert. Want dan, zoals al die historici in de jaren 80, hè, die moesten allemaal COBOL lezen, leren. Weet u nog wat COBOL is? Dat is een computertalen. Net hadden ze het allemaal geleerd en toen was het totaal uit de mode. Je bleek er geen zak aan te hebben. Hè? Je hebt nu ook alweer van allemaal die koekenbakkers die in verband met het nieuwe kabinet willen dat de kinderen op school ook, kunnen leren programmeren, dat ze computertaal kunnen schrijven. Hoe kom je op zulke krankzonde van de tijd? Voor u is dat misschien wel nuttig, maar natuurlijk voor de meeste mensen, dat is net als je tegen mensen zegt, ja, u kunt wel een auto kopen, maar dan gaan we nu wel even de kleppen stellen. Hè? Of u haalt wel even een cilindertje eruit en dan een cilindertje erin. En als u dat niet kunt, dan verdient u ook niet dat u in een auto rijdt. Hè? Je moet echt weten, precies weten hoe dat ding werkt. Televisie ook, we trekken er een stekkertje uit en dan zorg maar eens dat het weer in orde komt. Dat is eigenlijk wat je tegen mensen zegt die je leert programmeren. Waarom zouden ze dat in godsnaam doen? Hè? Ja, u blijft stil. Ik begrijp zulke dingen niet. Meneer Vos, ja. Zullen wij nog wat vragen? Ja, vragen. Ik sta open voor kritische vragen. Oké. Een heel groot applaus voor Maarten van Rossum. Wie mag ik het woord geven? Doet mensen. Ja, ik. Zij doen mee een avondvierdaagse. Ik kom even naar jou toe met de microfoon. Ga je gang. Ja, dankjewel. We hebben het net een tijdje gehad over Trump. En net werd gezegd dat een nadeel was dat. Trump heeft gewonnen vanwege Hillary omdat ze een vrouw was. Was Bernie Sanders misschien een beter alternatief geweest voor de Democratische Partij? Maar ik denk dat Bernie Sanders ook zou hebben verloren, maar dat blijft volstrekte speculatie. Dat zullen we nooit weten of Bernie Sanders had kunnen winnen. Maar Bernie is ook een beetje een oude zuurpruim. Hè? Ja, ik wil daar nou niet al te kritisch over zijn. Nou ja, als u denkt dat dat er wel meer mensen oude zuurpruimen zijn.
Dan wijs ik er toch op dat hij nog een paar jaar ouder is dan ik. Dat vind ik ook al niet erg geschikt voor. Ik vind ook Trump eigenlijk al aan de oude kant. Hè? Want die is van 46, als ik het wel heb. Dus die is ook die van dit jaar 71 geworden. En dat vind ik. En stel voor dat hij nog een termijn zou krijgen. Dat is, ik ben ook, er zijn een aantal kandidaten waar je denkt, zeg. Lief Bel Segers is misschien, als je even leven wel voltooid, dan. Ja, wie van u voelt ook wel eens dat zijn leven voltooid is? Of bent u zo bang voor de CU dat je het stilhoudt? Hè? Of heeft u wel eens dat u de familie op bezoek komt en dat mensen zeggen, hoe gaat het ermee? Nee, nou, mijn leven is voltooid. Hè? Mijn broer zegt het altijd, hè? Maar hij trekt daar nooit consequenties uit. Dus. Ja. Goed, ik ga even naar de volgende vraag als het goed vindt. Meneer. U gaat heel kort in op de paar redenen waarom Trump tot president gekozen is. Namelijk, u zegt Obama is zwart en Hillary is een vrouw. Maar ik wou dat u zo dieper inging op de redenen van de mensen van de halve bevolking van Amerika die toch voor Trump gekozen heeft. Nou, het was minder dan de helft, laten we dat vooropstellen. Maar ik zei u al, een van de belangrijkste punten, want dat heb ik wel degelijk genoemd, is de deindustrialisatie van de Verenigde Staten. Die natuurlijk vooral in het Middenwesten enorme rampzalige effecten heeft gesorteerd. En waarvoor in de Verenigde Staten nauwelijks flankerend beleid is gevoerd. In Enschede zullen ze meer hebben gedaan aan de problemen van het verdwijnen van de textielindustrie dan ze in. Je zag die. Ik weet niet of je dat toen gezien heeft op de film, zo'n huilende man die zei van als bij ons het staalbedrijf weer open gaat, dan komt alles weer dik in orde. Maar dat is een beetje onzin. Kijk, flankerend beleid is mooi, maar de staalfabrieken komen niet terug. En dat komt omdat de hele technologie van de staalproductie in de afgelopen 30 jaar totaal veranderd is. Je kunt nu staal maken met 25% van de mensen die je daar vroeger voor nodig had. Dat is een factor. En Trump. En dan is er natuurlijk een factor. Ja, ik weet niet of je dat überhaupt een factor moet noemen. Veel mensen dachten dat de Republikeinse Partij toch zoveel normale en fatsoenlijke mensen bevatte. Dat die niet bereid zouden zijn om op deze halve rare proleet te stemmen. In het bijzonder Republikeinse vrouwen die het helemaal niet prettig vonden om bij de pussy gekrept te worden. En het wonderlijke is dat eigenlijk alle Republikeinen, vrijwel alle Republikeinen, volop op Trump gestemd hebben. Plus, als je daarbij optelt, die groepen, niet waar, uit het Middenwesten, hè, dat zijn die werkloos geworden arbeiders. Als je dat erbij optelt, dan was dat dus net voldoende voor het kantelpunt, zei het. Dat moet u zich realiseren, dat Hillary 3 miljoen stemmen meer heeft gekregen dan Trump. Hillary heeft gewoon gewonnen, alleen in een land met een krankzinnig systeem heeft ze verloren. Dat is het zo'n beetje. En natuurlijk ook het contrast. Ik wijs op het feit dat we in Nederland sinds Pim Fortuyn. Toen Trump verscheen dacht ik, het is een neef van Fortuyn. Hè? Fortuyn was precies zo'n type. Precies zo'n, ja, ik noem het altijd maar kermisgasten, variété-artiesten. Mensen die denken, oh, de politiek ook lollig, hè, daar kunnen we ook best iets doen. Hè. Ik heb trouwens dat verhaal over die Birther Movement nog niet afgemaakt, besef ik mij nu. De Birther Movement zei dat Obama niet in Amerika was geboren en daarom niet in aanmerking kwam voor het presidentschap. Hij was geboren in Kenia, terwijl zijn grootmoeder in een rieten rokje om het kampvuur danste. Hè, en hele gekke liedjes zong. Dat was het idee. En toen was hij 6 jaar naar Jakarta vervoerd door zijn moeder. En daar is hij toen in het diepste geheim bekeerd tot jihadist. He? Nou, en dat soort die mannen zat in het Witte Huis. Daarvan van die beweging was Trump een van de leiders. Hij kwam daar voortdurend mee op de verschillende televisiezenders. Heeft de Republikeinse Partij afstand genomen van deze infame leugens? Van deze evidente leuterpraat en kul? Nee, nooit. Die partij, die deugt voor geen meter. En als die partij zich niet vernieuwt, ingrijpend, ideologisch, maar ook wat betreft de bemanning, dan zal die denk ik verder afkalven, maar dan blijf je eindeloos zitten met dit, ik kan het niet anders noemen dan als een politiek gezwel, wat Amerika niets dan nadeel en narigheid bezorgd heeft.
Is dat een beetje voldoende? Ik zag hier ook nog een vraag. Ga je gang. Ja, u noemde Trump en zijn hele, nou ja, zijn manier van regeren een toneelspel. Ja. Waar ik het op zich ook denk ik wel mee eens ben. Maar ik vraag me dan af, wat voor spel speelt hij dan in principe als hij al die mensen die hij eens in de zoveel weken allemaal ontslaat. Wat heeft hij daar voor meerwaarde aan? Nou, ik denk dat hij dat wel lollig vindt. Ja, het gek genoeg heeft hij het overgrote deel van het personeel wat een president moet benoemen. Dat zijn 3000 man, dat zijn politieke benoemingen, zijn nog helemaal niet gedaan. Hij is wel wat benoemd, maar hij is nog lang niet. Al die functies zijn nog lang niet gedekt door mensen die laat staan door mensen die er verstand bij hebben. Want hij benoemt de gekste mensen op posten. Hij benoemt ook voortdurend bijvoorbeeld radio-dj's die hij wel lollig vindt. Die geeft hij dan een belangrijke technische functie. Dus het hoort tot het spel. Hij is gauw verveeld. En als je hem tegenspreekt, word je ontslagen. Of als hij denkt dat je niet precies doet wat hij gezegd heeft, dan word je ook ontslagen. Als je fascie je niet bevalt, hem niet bevalt, dan word je ook ontslagen. U heeft een gekke trui aan, zou je ook ontslagen worden. He? Ja, dat is een beetje, het is volstrekte willekeur, voor zover ik het zien kan. En er is dus afgezien van executive dingen die je gemakkelijk terug kunt draaien, hebben ze geen enkel praktisch resultaat bereikt. Zelfs niet tegen Noord-Korea. Hè? Ik heb dat zeker wel gelezen. Ik geloof dat hij nu al 3 keer heeft gezegd dat er krachtige maatregelen worden genomen. De verschrikkelijkste dingen gaan er gebeuren. En uit alles blijkt dat het Pentagon nooit bericht heeft gekregen dat de schepen in die richting moeten opstomen. Met het allereerste bericht bleken die schepen precies de andere kant op te stomen. Hè? Hij had geen idee. Daar heeft hij ook niet naar geïnformeerd. Dat was al met die. U herinnert zich de allereerste maatregel. Waarbij die immigratie uit 7 moslimlanden. Of hoe waren het er? 14 moslimlanden. Geblokkeerd werd. Daar bleken ze dus geen juridisch advies over te hebben ingewonnen. Dus dat is bekendgemaakt. En vervolgens zijn ze afgegaan als een gieter in alle gerechtshoven waar die zaak gespeeld heeft. Tot op de dag van vandaag. Maar nog even de Noord-Korea-kwestie. De Korea-kwestie. Ja. Kunt u daar nog iets. Hoe denkt u dat dat af zal lopen? Want dat ziet er toch wel somber uit. Nou, ik kan u vertellen, met een sisser. Nou, minder dan met een sisser. Hè? Als een nat klappertje. Waarom denkt u dat? Ik begrijp totaal niet dat we ons elke 4 jaar, want het is een soort van, het is een ritme, het is een soort cyclische beweging, weer druk maken over die Noord-Koreanen. Die dit spel natuurlijk heel handig spelen. Hè? Kijk, die Noord-Korea is een straatarm, doodsbang, volledig geïsoleerd land. De enige manier die zij denken te hebben bedacht om zich te zekeren van het voortbestaan van hun eigen natie, zijn die nucleaire wapens. En het enorme voordeel dat Seoul in het Nederlands, dat precies over de grens ligt. Dus daar wonen 16 miljoen mensen. Dat is een vitale stad en die kan zo in elkaar worden geschoten. Er is geen militaire oplossing voor het probleem. Er is maar 1 oplossing voor het probleem, als u die wil weten, dat is China. China zou kunnen besluiten om een eind te maken aan het leveren van voedsel en energie. Dat kan. China zou zelfs een invasie op touw kunnen zetten. Dat is misschien wel de vlotste, maar waarom zou China dat doen? China is tevreden met de situatie zoals die bestaat. Mijn vrouw vraagt ook altijd, het slaat open het journaal, hadden ze weer zo'n raketje afgeschoten. Zei mijn vrouw, komt er oorlog? Ik zei, nee, die komt helemaal geen oorlog. Hè? Ik weet niet wat ze van plan was om van die flessen olie vast in te slaan. Hè? Maar maakt u zich toch niet druk over dat stomme Noord-Korea. Het stelt niets voor, het is niet bedreigend. Waarom denkt u dat die een raket op Amerika afzet? Nog even afgezien van de vraag of die al zover is dat hij dat kan. Want we zien wel hele mooie toestellen. Maar die kan ik ook van karton maken en er een beetje zilververf op spuiten. Dat is niet zo'n kunst. Hè? Waarom zou hij dat doen? Dat is suïcide. Elke vorm van militaire agressie van Noord-Korea, in de zin dat dat serieuze militaire agressie is, is zelfmoord van het regime. Hè? En van het hele land in allerlei opzichten. En die Oen lijkt mij, hoe gek het ook klinkt, nogal een levensgenieter. Hè? Ja, net als zijn pa. Wist u dat hij een drankrekening had van 7 ton per jaar? Hij was een cognacverzamelaar.
ja, je ziet hoe gek je kunt worden, hè, in zo'n regime. Dus nee, ik maak me totaal niet geen, ik maak me geen zorgen over de klimaatopwarming. Ik maak me geen zorgen over Korea. Ik maak me geen zorgen over Poetin. Ik maak me wel eens zorgen, maar dat is eigenlijk vooral als de dakgoot lekt. Ik heb dat wel eens eerder gezegd. Ik maak me zorgen over kleine problemen. Ik maak me natuurlijk zorgen over Buma, maar goed, daar kunnen we ook niet de hele avond over praten. Maar dus ik begrijp die wonderlijke ondergangsstemming niet, waarin we langzaam stap voor stap geraakt zijn. Ik was laatst op een 50-jarige bruiloft en een vrij vrolijk uitziende jonge vrouw zei ineens tegen mij: denkt u dat het einde der tijden nabij is? Dat had ze op Facebook gelezen. Nou, ik kan u nog een tip geven overigens. Mocht u op Twitter werken of op Facebook, stop ermee. Hè? De krankzinnigen in deze wereld hebben zich sterk geconcentreerd op Facebook en op Twitter. Ik weet niet of u er wel eens... Wie van u twittert? Nou, dat is niet veel zaaks. Wie van u gebruikt regelmatig Facebook? Hou daarmee op. U weet, het is een bron van nepnieuws, van paniekverhalen, van hysterie, van nodeloze opwindingen over niks. U zet uw blote kleinkinderen erop en het wordt door pedo's verzameld. Daar moet u enorm mee uitkijken. U kunt zelf eventueel er wat bloot op gaan staan, maar het moet niet te gek worden natuurlijk. Het is een ramp, dat Facebook. Hè? En weet u nog dat die sociale media ontstonden een paar jaar geleden? Nou, dat was wat. Iedereen kon zijn zegje doen. Eindelijk zou de wereld grondig tot op het diepste niveau gedemocratiseerd worden. En het blijkt in feite de gedrukte waanzin te zijn. Hè? Dat je je kinderen niet moet laten vaccineren. Moet je ook enorm mee uitkijken. Laat ze niet inenten. Hè? Laat ze al die vreselijke ziektes maar doorleven, net als die Jehovah-getuigen dat doen. Dat is echt verreweg de beste oplossing. Echt waar, ja. Dat is echt waar, de Heer is er tegen. Nou ja, laat ik me er niet over opwinden, nee. Maar het is... We gaan naar de laatste vraag, als u het goed vindt, want dan hebben we ook nog wat tijd voor de boeken. Ga je gang, je moet... Oh. Ja, ik, als ik hem terugkrijg... Dus over de Amerikaanse cultuur... U eindigt uw lezing vrij optimistisch. En ja, zegt maar zelfs niet van, over de Amerikaanse cultuur dus. Maar u zegt zo van Amerika mist waarschijnlijk de boot met duurzaamheid. Ja. Maar op andere punten moeten we ons niet zorgen maken dat Europa ver-Amerikaniseert op veel vlakken. Nee, dat is een... Dit is een vraag die mij al, ik geloof al 30 jaar gesteld wordt als het al niet meer is. En je kunt natuurlijk sommige verschijnselen aan. Facebook is een Amerikaanse creatie. He, die Zuckerberg die was eigenlijk jaloers op succesvolle mensen aan Harvard. En toen heeft hij geprobeerd een programmaatje te bedenken waarin een soort, waar hij dat in kaart kon brengen. En zichzelf er ook in kon schrijven, zal ik maar zeggen. He, zo ontstaan dat soort van dingen. Hoe dat verschrikkelijke Twitter is ontstaan, dat is mij niet helemaal duidelijk, eerlijk gezegd. Nee, ik kan maar één beschrijving, of nee. Mijn kinderen gingen naar de Verenigde Staten, allebei. Die wouden daar zo snel mogelijk naartoe. En toen had ik natuurlijk allemaal verhalen van, ja, ik dacht dat ik er iets van af wist. Dus ik zei, zus en zo, allerlei dingen zijn in Amerika totaal anders. Daar moet je wel rekening mee houden. Met name ook het kleine sociale verkeer is vaak totaal anders dan in Nederland. He, want Amerika lijkt in allerlei opzichten helemaal niet op Nederland. Wij zijn bijvoorbeeld heel direct, hè. Als u aan mij een rare vraag stelt, dan zeg ik, wat is dat voor een rare vraag, hè? Stomme lul, hè? Dat is Nederland, de voeten uit, hè? Dat kun je in Amerika niet maken, hè? Dat kun je trouwens in België al niet maken, hè? Als je in België gewoon zoals Nederlanders discussieert, dan wordt de boel geroepen uit de zaal, hè? Je bent zeker een Hollander, hè? Dat zeggen ze dan. En terwijl, ik ben wel een voorstander van dat je gewoon, als het onzin is, zeg je, het is onzin, hè? En wie het zegt, dat kan mij eerlijk gezegd helemaal niks schelen. Meestal hoe belangrijker en deftiger ze zijn, hoe meer onzin eruit komt. Dat kun je in grote trekken wel stellen eigenlijk. Denk aan Buma. Maar als je wil weten hoe anders Amerika is, ga erheen.
Mijn dochter heeft wou meteen naar de middelbare school, is die een jaar naar een college in Boston gegaan. En toen ze terugkwam, dat begrijpt u wel, zei ze tegen mij, je had groot gelijk. Het is in allerlei opzichten een hele andere cultuur. Kerstmis wordt al anders gevierd, Sinterklaas hebben ze niet. Zwarte Piet ontbreekt, nou ja, Zwarte Piet loopt op straat om doodgeschoten te worden door agenten. Ik kan alleen maar zeggen, bezoek het land. Want het zijn vaak de kleine dingen. Of het feit bijvoorbeeld dat je op een Amerikaanse high school in de klas een verkiezing hebt wie most likely to succeed is. Terwijl als je dat in Nederland zou doen, dan zou je toch de tent uitgelachen worden. He? Dan zou je toch hopen dat je wordt gekozen als most unlikely to succeed. He? Dan maak je pas de blitz in Nederland. He? Most likely to succeed, wel een krankzinnig. Nou ja. Amerikaanse studenten werken veel harder dan Nederlandse studenten. Bijvoorbeeld, dat is een positief puntje. Maar ja, altijd als ik bij mijn familie ben, valt me op hoe anders het is. Hoeveel aardiger en beleefder ze zijn, bijvoorbeeld. Nou, dus dat is mijn beste bewijs. Dat het, mensen, ze rijden anders auto dan wij. Alles is anders in allerlei opzichten. Wat dacht u van dat fooiensysteem? Hè? Wat geeft u een fooi in Nederland? Ik weet eigenlijk niet waarom ik tegen u sta te praten. Nee, u weet het ook niet. Ja, ik zag u al zo gek kijken. Ik denk, goh. Ik dacht dat u die vraag had gesteld, maar dat is dus niet zo. In Nederland geef je 10% fooi. Dat is al heel mooi eigenlijk gezien. Ook de hondsenbediening die meestal in Nederland je deel is geweest. Zeker in de Randstad. Ja, ik hou u uit de winter, begrijpt u. In Amsterdam is het natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. Amsterdam lijkt op dat betreft typisch op Parijs. Maar als je in Amerika geen 20% fooi geeft. Want ze leven grotendeels van de fooi omdat ze honds betaald worden in de horecasector. En als ze die 20% fooi of meer niet krijgen. Ja, dan kunnen ze dan beter niet gaan werken. Dus als je het vergeet, komen ze achter je aan. Ja, het is niet aan. Dus ik zou zeggen, het is veel meer anders dan je zou denken dat het is. Dat klinkt een beetje wanhopig eigenlijk. Hè. Zoals je in Nederland al grote verschillen hebt tussen Limburg en de Randstad. Hè. In Limburg lachen ze bijvoorbeeld vaak helemaal niet om de leuke grappen die ik maak. Ja, u doet wel vrij gezellig mee. Maar ik weet nog dat ik in Sittard sprak. En, wat ik ook deed, er heerst een doodse stilte. Doodse stilte. En dan is het gevaar dat je dan over de top gaat en de meest verschrikkelijke dingen gaat zeggen. Dat ze de paus moeten verbranden en zo. Want, moet je niet doen. Moet je niet doen natuurlijk. Maar goed, ik vroeg aan de paus, aan degene die het georganiseerd had. Ja, ik heb die lezing laatst in Rotterdam gehouden. Nou, dat is een groot succes, maar hier is het doodse stilte. Ze zeiden, ja, weet u wat het is? Ze denken dat u meneer pastoor bent. Ja, dan lach je niet. Hè? Dus ik kan het moeilijk uitleggen. Ik kan alleen aanbevelen. Nou ja, een aantal van u is er net geweest, begrijp ik. Alleen aan de Oostkust of door het hele land heen. Dat heb je ook altijd, dat mensen zeggen van, wat u over Amerika vertelt, dat is zo'n ontzettende onzin. Ik heb er 7 jaar gewoond. En dan zeg ik altijd, waar heeft u dan gewoond? Nou, zeggen ze dan in Oakland, ik noem maar wat op. Ik zeg, ja, in Oakland, daar krijgen we een heel raar beeld van de Verenigde Staten natuurlijk. Het is een beetje de meest progressieve gemeente van Californië. En Californië is al vrij, nou, kortom, dat is net alsof je denkt dat heel Nederland bestaat uit de grachtengordel in Amsterdam. Terwijl als je echt iets van Nederland wil weten, moet je 5 jaar in Apeldoorn gaan wonen. Dat is de enige oplossing. En zo is het in Amerika ook. In de Great American Heartland is het gewoon anders dan het aan de kusten is. Kijk, zodra er oceaan in de buurt is, zijn Amerikanen vrij normale mensen. Maar goed, ik kreeg ook weer met mijn dochter, ook weer in Upstate New York. En daar stonden allemaal bij de pompstations van die witte pick-ups, van zo'n Ford F-150, met zo'n man zonder gebit, het hele weg ermee. En zo'n hele dunne mannen zijn dat en hele dikke vrouwen. Kennelijk is dat heb je ook bij dubbelstersystemen, dat de ene ster die vult zich geleidelijk ten koste van de andere ster. Heel interessant eigenlijk. En die mensen die hebben de hele,
die zien eruit alsof ze straatarm zijn. Dat zijn ze ook. Ze zien er straatarm uit en ze zijn ook straatarm. En dan hebben ze in die F-150 pick-up achter dat in dat huisje, zou ik maar zeggen, zo'n rek met twee van die geweren. En dat is, ja, dan weet je ineens dat je in een totaal ander land bent. Ja, daar zou je toch van op kijken als er hier zo'n man de campus op zou rijden. Hè? Zonder gebit. Ja, dus dat kan maar. Je moet het hele land bezoeken. Dus dat gedoe van ja, ik heb 7 jaar in weet ik veel waar gewoond, dat zegt mij niks. Ja, dit land is continu. Dat vergeten wij Nederlanders ook altijd. Wij kijken naar Amerika door een Nederlandse bril. En u weet, als ik daar straks in de auto stap en ik zeg tegen de chauffeur: ik wil het land uit. Hè, dan zijn we hier in 10 minuten het land. 10 minuten zijn we het land al uit. Hè. Ik zat nog eens in de trein naar Berlijn en er was aanvankelijk een Nederlandse conducteur tot aan de grens. En die begon maar het laatste station voordat we Nederland verlaten. Denkt u erom, dit is het laatste station voor we Nederland verlaten. Hè. Dadelijk komt u in een land waar ze nog nooit van Buma gehoord hebben. Ik vond het zo'n komische set. Die trein reed gewoon door naar Berlijn. Maar kennelijk was die conducteur dolblij dat hij in Oldenzaal de trein kon verlaten. Hè? Die niet naar het buitenland hoeft. Nee, wij zien Amerika door een soort brilletje waardoor het heel klein wordt eigenlijk. Hè? Bovendien zitten we op de televisie, zien we altijd zo'n vent op zo'n balkonnetje in Washington zitten. Met het Washington Monument erachter en zo. Dus je ziet, het is heel beperkt wat je ziet. Maar het beste wat u kunt doen is dat u een niet al te snelle auto huurt. Ergens in een plaatsje in Maine. En dat u er schuin dwars doorheen rijdt naar San Diego. Dat kunt u het beste doen. En dan moet u niet bij hele dure motels, maar dan moet u een beetje bij die lullige, hè, van die shabby motels. Waar het neon zo flikkert, weet u wel. Hè? Daar moet u even overnachten. Heeft u nog een goede kans dat je zo'n bedwans oploopt. Hè? Nou, dat was het wel zo'n beetje, hè? Ja. Meneer Van Rossum, mag ik u heel hartelijk danken. Dank u wel. Dank voor uw fantastische verhaal over de paradoxale Verenigde Staten. Zeer rijk, zeer hoogtechnologisch ontwikkeld. Top science versus zeer slechte infrastructuur, hobbelige wegen, krakkemikkige telefoonpalen, dat soort dingen. Een van de meest ondemocratische democratieën op de planeet. Een president die speelt dat hij president is. U ziet hem als een tijdelijke aberratie, gelukkig. Er zat ook een hele positieve toon in uw verhaal. Ik moet de luisteraars 1 waarschuwing meegeven. Wie naar de Verenigde Staten gaat, wat natuurlijk zeer interessant is. 1 zin uit voor en tegen Amerika. Belangrijke waarschuwing. En dan gaan we boeken signeren. Ik wijs de Verenigde Staten bovenal af, omdat er geen kroketten te krijgen zijn. Dus dat is wel even belangrijk om in het achterhoofd te houden. Tegenwoordig gaan we willen toevoegen geen garnalenkroketjes. Geen garnalenkroketjes. Ja, dat is eigenlijk het hoogtepunt van de Nederlandse culinaire cultuur. Het garnalenkroketje. Ja. En vaak kun je ook gewoon door een cijfer te geven voor de kwaliteit van het garnalenkroketje, dat geldt voor de hele keuken waar je mee te maken hebt. Mm-hmm. Er zit bijvoorbeeld geen garnaal in. Hè? Daar moet je mee naar de kok. Ja, we gaan afronden. Nogmaals een heel groot applaus voor Maarten van Rossum.